Maar waar ik echt op aanging, was echt het UFO-fenomeen. Ja. Buitenaards leven, mm. sterrenmensen. En toen gingen bij mij alle alarmbellen af. Want als je ontwaakt in een wereld van energie, als er oneindig veel sterrenstelsels, planeten, dan kan aarde niet de enige planeet zijn in de kosmos. In Met leven. Met leven. Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vijf Ik We hopen je met deze show te kunnen inspireren, wellicht iets bewuster kunnen maken en een positief opplaatsje te zijn in deze bijzondere tijd. Vind jij het nou te gek wat wij doen? Steun dan onze stichting. Klein, groot, het maakt niet uit, maar dan bouwen we samen met jou aan nieuwe media en aan een mooiere wereld. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken en te delen met je vrienden en. Familie, en natuurlijk te abonneren op ons kanaal. En wil je op de hoogte blijven van alles wat wij gaan doen bij Univibes, ga dan naar onze website univibes.nl. En dan ga ik naar nou mijn zeer bijzondere gast. Ik kreeg heel veel reacties in mijn inbox. Oh, je moet Tessa koop Cosmic Boomen op de bank hebben. Nou, dames en heren, hier zit ze dan. Hartelijk welkom, Tessa. Het, het duurde even. We moesten moest elkaar even vinden. Klopt, maar je bent er. Ik ben er. ja yeah. Wat mooi, wat fijn. Ja. Yeah. Hey, hoe is het met je? Goed. Ja, ja. Hoe, is het in, hoe is het ook in, in deze bijzondere tijd voor je? Nou ja, hier zijn we voor gekomen, dat sowieso. Mooi. Ja, ja. ja. en um, ja, waar zullen we eens beginnen? Ja, en nee, we, gaan, we, we gaan het over van alles ja. hebben. Natuurlijk ook over je prachtige boek halen we dingen uit. We gaan het ook hebben over hetgeen wat je nu aan het doen bent: een, een, een tour. Ja. Dan gaan we, het komt later, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd altijd van. Hoe, hoe was jouw reis met alle dingen die je nu doet en, en, en met de 13? is het weten waar we straks natuurlijk op komen. Ik, was, ik ben heel benieuwd, hoe, hoe was jij als, als kind? Het is wel grappig, want doordat jij vraagt van hoe was je als kind, moet ik eigenlijk aan een anekdote uit van vroeger van mijn broer ja. denken. Die, we waren toen heel vaak in een speeltuin aan het spelen. En op een gegeven moment maakte hij zo'n grapje naar een vriendje van hem: van, ja, Mijn zusje bidt altijd s'avonds in bed. Weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Dus het zat er kinderlijk al vroeg in. En wat was dat dan? Waar, waarvoor was je aan het bidden? Wat, weet je dat ook nog? Wat was dat dan? Nou. Um, ik had ook een dagboek en dan was altijd Lieve, lieve Heer. Oké, okay, ja. <laughs> ja, Lieve Heer, Lieve God. Ik was eigenlijk van jongs af aan al geïnteresseerd in de mysteries van het leven. Ja. ja de en wat, betovering, en wat, de magie. Dat schreef je ook al op, over dat, over dat, soort, dat soort dingen? Hoe, hoe uh, ik dat nou, dat kwam op een gegeven moment wel op wat oudere leeftijd. Ik was dertien mm -hmm. jaar dat mijn ouders gingen scheiden. Oké, okay, ja. Nou ja, en dan wordt eigenlijk al het fundament onder je vandaan getrokken. En omdat ik van jongs af aan... Eigenlijk ook best wel een serieus kind was. Um, maar ook al voor de scheiding was je ook al heel serieus? Ja, gewoon, het... nou serieus, gewoon in de zin van: um, altijd wel geïnteresseerd in. Ja, een stukje het ongrijpbare. Dus ik, was, ik speelde met de My Little Ponies, met de Troetelberen. Ik leefde in een hele grote fantasiewereld. En uh, zelfs toen ik naar de eerste klas van de middelbare school ging... dat mijn broer zei van... Tess, nu moet je echt gewoon <laughs> nu moet je echt die spullen opbergen. Nu ja. kan het. Ik vroeg ook aan hem van... doen jullie ook ticketje op het schoolplein op ja. de middelbare school? Nee, schat, dat doen we niet meer. Dus. Nee. dus op een gegeven moment dacht ik van... nou, nu moet ik gr groter worden. Maar dat ja. duurde bij mij vrij lang... Want ik had gewoon een hele grote verbeeldingskracht. En nu zie ik eigenlijk wat een ongelofelijke kwaliteit en talent dat is... om, om dat vast te kunnen blijven houden. En, uh, maar toen ik dertien was en mijn ouders gingen scheiden... en het fundament wordt onder je vandaan getrokken... toen ging ik eigenlijk versneld grote levensvragen mezelf afvragen... van, van waarom ben ik hier? Ja, had je dat, had je ja, dat toen al op had je... Ik al echt, ja, had ik heel jong al. Wauw. Ja, dus bij... jij was niet meer bezig met ticketje aan het spelen op, in, 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 ook hoor ook ja gelukkig ook ja, ja. maar ook wel dus al in ja. eerste tweede brugklas dat je op een gegeven moment dus ja. al in die in die in die fase kwam van waarom ben ik hier en wat ja. heb ik hier te doen ja wat bijzonder. Ik had heel, op een heel jonge leeftijd al van die hele grote levensvragen. Ja. Eigenlijk. En hoe was dan jouw puberteit en, en, en de omgang met, met vriendinnen terwijl iedereen misschien bezig was met, met stappen? Met, ja, het met mooie dat, is, is dat ik dat gelukkig ook heb gedaan. Okay, ik gelukkig. heb ook gewoon genoten nee, goed van het goed zo. leven en goed zo. de bloemetjes een soort van buiten ja. gezet <laughs> en uh, echt een hele leuke puberteit in die zin gehad. Ja. Maar parallel daaraan had ik eigenlijk een hele grote innerlijke wereld en. Mijn moeder, uh, ja, door de scheiding gingen we een paar keer verhuizen. En mijn moeder ging dan op zoek naar kerkgemeenschappen waar zij dan naartoe wilde gaan. En ja, ik ging gewoon mee, omdat... Maar je ik... bent wel heel erg met, met de kerk ook opgevoed? Ja, uh, ja, niet eens zozeer heel erg. Maar hmm. mijn moeder was ook altijd met spiritualiteit bezig, met bewustwording. Okay. En, ja. Daardoor ging het eigenlijk ook met mijn vader en mijn moeder een beetje een soort van. Gingen dat, dat... Ze, groeiden ze uit elkaar. Mm -hmm. Dus jouw moeder was al heel erg op dat vlak. Heel ja. weer herkenbaar, ook wel een beetje bij mijn ja. ouders ook, ook gescheiden. Ik was iets jonger. Was dan ook wel zie. Zeker dan ook nu, hoe mijn vader en mijn moeder verschillen. Dat is best, best wel vrij logisch dat dat niet ging. Nee. En mijn moeder ook inderdaad veel meer op dat vlak. Dus dat ja. had je wel op jonge leeftijd wel dus meegekregen ook. Ja, en maar ik leerde eigenlijk wat ik van mijn moeder zag eigenlijk... is dat het heel ingewikkeld was om dat te hebben. Om ja. die interesse te hebben. En dan hebben we het over de jaren tachtig. En mijn moeder was ook in die tijd... Kijk, je had natuurlijk... Het is nu veel meer mainstream. Het ja. is nu eigenlijk gewoon een... Ja, hoe noem je het nu? Ja, Wat hoe noem we? je het nu? Ja, want het, ik heb soms bijna het gevoel inderdaad... Het is een nou, beweging of zo. Ja, wel. als je nu nog niet bezig bent ja. met, uh, met ja. of meditatie. Dan, ja, wanneer dan, uh... weet je wel? Nou? Ja. ja. Ja, en toen was het, kijk, in die tijd waren, ik denk dat misschien wel meer luisteraars en kijkers het herkennen, dat de moeders in die tijd vooral echt nog de pioniers waren. Mm -hmm. En echt nog, nog meer de vreemde eend in de bijt. En uh, dus ik leerde toen van mijn moeder eigenlijk dat het ook best wel heel ingewikkeld was om zo te zijn. Mm -hmm. Ik vond het ook uh, een tijdje een soort handicap of zo. Gevoelig, uh, kwetsbaar. Ik... Eenzaam ook eenzaam, zeker en waar ik bijvoorbeeld last van had als kind is faalangst. Ook wel herkenbaar. Ja, Ga door. Ja, ja. dus um, dus ja, faalangst omdat je dan uh, mijn broer deed bijvoorbeeld de Havo en dan en ik had mavo advies, maar ik wilde ook net als hem naar de Havo, dus de lat. Lach al hoog. Dus hard werken, uh, serieus leren. Als ik ook zie hoe mijn oudste dochter nu is, die is veel meer relaxed. En die ja. denkt: waar maak je je druk over? Weet je wel. Maar ik was dus heel serieus, heel hard werken. En echt heel erg faalangst had ik. Waar, weet je ook waar dat vandaan kwam? Um, ik had het ik ook had, heel erg. Ja, weet je waar, waar het voor mijn gevoel vandaan kwam? Omdat in de. De maatschappij, zeg maar, waar, waarin we zijn opgegroeid, moet je eigenlijk. Voldoen? Ja, je moet voldoen, maar je moet ook sneller dan je eigen tempo. Je mag eigenlijk dingen niet in je eigen tempo doen. Je, mm. je wordt eigenlijk al op hele jonge leeftijd geleerd om uit je eigen ritme te gaan. Hè? Je, dus, dus dat heeft uh, daar zeker mee te maken. En heeft dan ook uh, school daarmee te maken dan ook? Dat, dat, je, ja. dat je dat dan voelde inderdaad als een bepaalde druk. Zeker, ja. ja en op een gegeven moment deed ik VWO. En ik, als je ziet hoeveel ik moest leren. En hoeveel. Ja, dat was gewoon hartstikke veel werk, weet je wel. Mm -hmm. en, en omdat je dan ook een perfectionist bent. omdat je niet wil falen. dan ga je ongelooflijk hard werken. Dus ben je op jonge leeftijd eigenlijk al. zonder dat je het beseft in een soort overspannen situatie aan het terechtkomen. Mm -hmm. En uh, ja. Ben je die dan ook tegengekomen, dat moment dan, dat je echt tegen Als overspannen... ik nu terugblik, kan ik wel herkennen van, ja, eigenlijk was ik toen al licht overspannen. Ja. Maar dan, die, dat weet je op die leeftijd eigenlijk niet. En, je, en je, hebt nog, je bent nog veel jonger, je hebt nog meer energie. En toen ik vanaf het moment dat ik moeder werd, werd mijn energie hard minder. Dus dan herken je eigenlijk veel sneller wanneer je... Overspannen raakt, maar ja. ik denk dat heel veel jonge mensen wel overspannen zijn zonder dat ze het in de gaten hebben. En het, dat zie je nu ook wel heel erg hè? bij jonge mensen die het echt moeilijk hebben in ja. deze tijd. Zie je dat, zie je dat ook? Dat, dat dat daarmee te maken heeft ook met, met onze maatschappij? En ook waar de jeugd misschien tegenwoordig allemaal aan moet voldoen? En zeker ook met de social media. In ieder geval, ik zie dat wel heel erg. Ik zie echt een soort. Ja, dat, dat jongeren nu ook wel in conflict komen met, met dat stuk. Van, hé, hey, ik moet eigenlijk dus continu ergens aan voldoen. En ik zie allemaal mensen op Instagram die succesvol zijn. En ja. die, die heel hip zijn. Of heel veel geld verdienen al op jonge leeftijd. Ja. Die lat is voor de jeugd, in mijn optiek, zo ontzettend... Ja, en er dat... zijn ook heel veel prikkels. Hè? Dus er is nog meer afleiding, nog, zijn nog meer prikkels. Dus um, in onze, toen ik jong was, dan, ah, ja, had je nog geen mobiele telefoon, je had nog geen Instagram, of misschien dat hooguit hyves uh, toen begon. Ja, <laughs> dat ja. kan ik me nog ja, herinneren. Ik, maar ja, maar, en je Nokia is ja, een, Nokia een SMS -je kon versturen. Ja, precies. Ja, ja. Maar als je ziet, we, worden nu, we, we leven in een informatie- en netwerkmaatschappij. Dus er zijn zoveel prikkels. Um, dus. De uitdaging is dan zo groot om dicht bij jezelf te blijven. En zeker als jonge, jonge mensen, die, die zoeken ook groepen op, omdat je ergens bij wilt horen. Je zoekt je eigen tribe eigenlijk. Dus heel mens eigen om ergens bij te willen horen. En, um, op, en, en wat je nu nog ziet, is dat. kijk, er is al een enorme versnelling gaande en een verandering, maar intuïtie. Hooggevoelig zijn. Uh, het is nog steeds wel een ondergeschoven kindje. En zeker ook bij de jeugd komen voorstellen. Ja, dus, dus en, en juist in deze tijd. Ja, we kunnen er zo meteen zeg maar, wel ja. echt op terugkomen. met die nieuwe energieën die, uh, ja. die naar de aarde komen. Ja, je wordt eigenlijk gewoon uh, ge gecatapulteerd, weet je wel. Mm -hmm. dus, um... Wat zou je dan mee kunnen geven aan, aan, uh, aan die jongere doelgroep. die toch ook hiermee nu worstelen met al die prikkels. En tegelijkertijd misschien ook wel voelen van... hé, hey, what's going on? Weet je wel, wat uh, ik voel... Uh, je, dat, dat, dat ze misschien een stukje ook... On, ja, ontwricht is misschien een groot woord... maar ik zie gewoon heel veel jeugd en jongeren best wel... die het, die het pittig hebben. En ik zie ook mailtjes die wij binnenkrijgen... ook bij Univives, dat ook echt... jeugd ook echt zegt van... oh, wauw, ik ben zo blij dat jullie er zijn. Want ik voel ja. nu pas... ik snap het nu in één keer of zo. Ja, dat, weet, dat, dat een soort herkenbaarheid ja. ook. En ik denk ook wel dat er ook al heel veel jeugd is dat al heel wakker is. Mm -hmm. En ook al een heel ruim bewustzijn heeft. En ook misschien spiritueel gezien wel meer al ervaart dan wat ze delen met hun omgeving. Maar dat nog niet. Ja, daar nog niet zich veilig genoeg voor voelen om dat te kunnen delen. En um, ja, het is gewoon ongelooflijk belangrijk dat mensen zoals jij en ik, maar ook heel veel andere mensen gewoon. Ja, ook de jongeren gaan uh, bereiken. En ook weer in verbinding brengen met de natuur. Maar ik zie eigenlijk ook al heel veel jonge mensen. Ik, ik geef bijvoorbeeld ook sessies, en dan heb ik ook wel eens mensen aan de telefoon die begin twintig zijn. Mm. En dan kan ik eigenlijk al meteen heel erg de diepte in. Op echt op zielsniveau en over, de, nou, over van alles in het universum, zeg maar, en wat er speelt. En, um, en die zijn al zo bewust bezig met de natuur en met. Mm. Ja, dat ik denk van wauw, er, er ligt ook aan de andere kant... ook al een hele grote generatie staat in de startblokken... die misschien denken van wat een oh, stelletje amateurs hier op die aarde, weet je wel. Schiet nou eens op. Ja, schiet eens op, wij zijn er wel klaar ja. voor, weet je wel. Mooi. Dus uh, ja, die, die heb je die, gelukkig ook. Die heb je gelukkig ook. Ja. Wat zou je toch ook aan die jongeren willen meegeven... die inderdaad zo overprikkeld eigenlijk zijn door alles en door, door de buitenwereld? Zoekt die, zoek die stilte op? Of wat, wat, wat? Um... Ja, maar weet je, het ego associeert stilte met iets wat saai is en waarin niks lijkt te gebeuren. En uh, dus eigenlijk ook je mindset op stilte mag al veranderen, want stilte is voor de ziel ruimte met oneindige mogelijkheden. Dus eigenlijk zou ik de jeugd willen uitdagen om veel meer zich te gaan verdiepen in frequenties, in energie, in wat is energie. Um, wat is frequentie? Wie ben ik? Wat is mijn ware natuur? Want dan wordt het leven eigenlijk veel magischer. Als je eigenlijk veel meer gaat verdiepen in trilling, frequentie, energie, uh, je ware natuur. Dat je eigenlijk maar 4% ziet van wie je bent. Hè? Dus de, de, ons lichaam van vlees en bloed is eigenlijk 4%. En die andere 96% is een energieveld. Dan... Oké, okay, wacht even, test. Ja. Maar even. Dus wij zien met onze ogen. 4%, dus 96% eigenlijk van wat er ook is. Wij zien zo'n stukje van de werkelijkheid. Wij zien een super beperkt deel van de werkelijkheid. En omdat wij in onze maatschappij zo geconditioneerd zijn te denken en ons verstand te gebruiken, zit je eigenlijk met je, met je hele bewustzijn. bewustzijn in 4% van de werkelijkheid. En op, dus het is net alsof je door een sleutelgat kijkt. En dan zegt van ik snap hoe het leven in elkaar zit. Wauw. <laughs> wow. Ja, dus, dus het, het. Je bent niet zo beperkt als je denkt. En dat wat er in de wereld gebeurt, is maar een heel beperkt deel van wat er werkelijk gebeurt. Mooi. Dus op het moment dat jij op Instagram of uh, het acht uur journaal... of de krant of whatever, dat als, alleen maar als waarheid aanneemt van dit is dus wat er in de wereld gebeurt, zit je dus op die 4%. Ja, dit is, ik vind het zo. Mis mooi. je de magie? Ik vind het zo maar wat je zegt, en dat is ook wel een van de redenen waarom ik ook uh, wij uh, dit platform aan het doen zijn en ook vibes maken, om inderdaad, ik kom uit de media, het wordt alleen maar het, het vernauwt in mijn optiek. Mijn mening het vernauwt ons bewustzijn. Terwijl inderdaad het zo mooi wat jij net ook zegt over frequenties en dat we dat ook kunnen vertellen aan mensen. En dan, dat dan hopelijk die 4%. Weet je dat, het, nou ja, dat het Ik denk dat komt. dat ook voor, zeker voor de jeugd, dan begint, wordt het leuk. Weet je wel? Ja, dan wat, wordt het wat, leuk wat, om wat, hier te zijn. Wat is dan, wat is dan zo leuk? Uh, wanneer wanneer nou, begint het leuk te worden? Laat ik het zo zeggen. Nou, op het moment is dat je ontdekt dat je niet zo beperkt bent als je denkt, dus dat je, dat je ook niet alles gelooft wat je denkt. En dat je op zoek gaat naar je, naar je eigen waarheid. En buiten de gebaande paden gaat kijken. En gaat, je gaat bijvoorbeeld gaat verdiepen. Zo begon het voor mij, bijvoorbeeld, dat ik begin twintig was, ik dacht die graancirkels, weet je wel. Ja. Tuurlijk, er zitten ook prutsers tussen, die gaan met een houten plankje s'nachts gewoon aan de slag. Ja. Maar er zijn ook graancirkels die, die gaan, die overstijgen alle je voorstellingsvermogen. Je, wat je kunt bevatten. Of uh, wie bouwde de grote piramide? Als wij nu met onze huidige moderne technologie nog niet in staat. Het zou gewoon een, een, een hoop beton zijn wat wij nu zouden neerzetten. Dus wie, ja. wie is de mens? Wij denken dat wij het hoogtepunt van onze evolutie zijn, van onze beschaving. Maar kennelijk waren ze vele duizenden jaren geleden verder dan wij nu. Ik vind dit zo interessant. Ik heb hier net dus ook een show over. Uh... Opgenomen. Die is, wij nemen dit gesprek nu op, die is dus nu ook uitgezonden. Ja. En dat gaat er inderdaad ook over, over dit stuk, over die piramides. En dat er nu ook wereldwijd piramides worden gevonden. Ja. Die vele malen ouder blijken te zijn dan, ja. dan wat in onze geschiedenisboeken kan. Ja. En dat die piramides inderdaad ook nu gemaakt zijn. Of dat die gemaakt zijn met. Als, dat, dat zouden wij dus nu hedendaags niet kunnen. Nee, dat noemen ze dan anti-zwaartekrachttechnologie. Want ja, dan staan in onze geschiedenisboeken... Ja, de slaven gingen met katrollen, betonblokken van miljoenen kilo's. Dat is bizar. Dat kan helemaal niet, weet je. Dus, dus, en ik, vond, ik was als kind gefascineerd door Egypte. En door de piramides. Maar ik had af en toe ook wel het gevoel... word ik niet met een kluitje in het riet gegooid? Weet je? je neemt het dan voor waar aan. Ja. En ik dacht van ja, kom, het, het klopt iets niet. Dus, en, dat is ook wel een goeie, hè? dat je ook al dus voelde van het klopt iets niet. Nee, ja. dus als, als jonge mensen wil je ook op avontuur. Dus ga op avontuur buiten die gebaande paden. Ga je horizon verbreden. Ga jezelf voeden met informatie waarvan je denkt van wauw... Uh, ja, en dan gaat er gewoon een hele magische wereld voor je open. Ja, mooi. Ja, ja dat is... Dat is ja, ja, en, en je ziet het eigenlijk al gebeuren. Ik zie het ook bij, bij mezelf, en dat soort dingen. En ik heb afgelopen week ook weer zo'n podcast gehoord... ook over, die, over de verloren beschavingen. Dat, dat, in mijn optiek dat kom ik steeds wachten. achter, het kan niet anders. Want ja. hoe dan? Ja, dan, 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 Het zet zo, je, alles is perceptie. Ja, dus zeker. Het, dus het, het verruimt in één keer je hele beeld. Maar het, ik kan me ook voorstellen dat het nog voor veel mensen. Ja, misschien ook nog wel lastig is ofzo. Nou ja, je merkt eigenlijk ook dat, dat... Eigenlijk worden we in de regel geleefd. Dus we worden geleefd. We zijn reactief aan het leven. bedoel, Waarop, je, bedoel je daarmee ook geprogrammeerd? Bedoel je dat dan ook? Uh, of, of? Tuurlijk, we worden ook geprogrammeerd. Maar je ziet eigenlijk in de regel dat wij mensen worden geleefd. Dus... Uh, je staat vroeg op, uh, je, je, je doet even snel een ontbijtje, je gaat of naar school of ja. naar je werk. Of uh, je komt thuis, um, uh, even snel eten koken, de, de kinderen naar bed of naar de sportschool. Of uh, in ieder geval, je wordt geleefd eigenlijk. Dus ongemerkt gaat een groot deel van ons bewustzijn op de automatische piloot. En omdat het dagelijks leven intens is, hè, er zijn veel prikkels worden er op ons afgevuurd. Dus je bent na een dag werken ook moe. Dan uh, ga je in de regel niet uh, nog eventjes buiten de gebaande paden of op onderzoek uit. Of... Dus, uh, maar deze tijd vraagt van ons wel om in plaats van op de automatische piloot te leven, uh, bewuste keuzes te gaan maken. Dus echt bewust weer um, je eigen energie terug te nemen en te, te kiezen van hé, hey, maar zit ik nog op de hoofdweg? Of ben ik allerlei zijpaardjes ingeschoten en. Doe ik iets waar, waar ik echt gelukkig van word? Is dit wel de bedoeling van waarom ik hier ben? Ja. Maar goed, ja. Is, is, is dit ook het hele stuk waar we waar we ook als maatschappij dus in zitten? Ik, 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 laat ik het zo zeggen, op, op mezelf ook. Ik, ik ben dit soort van in gaan zien. En ik zeg niet dat ik, uh, ik. Ik heb ook nog heel veel dingen wat me, wat me verwondert en waar ik nieuwsgierig naar ben. En, maar ik zie ook nog een hele grote groep in, maatschappelijk die dus nog volledig in in dit standje staan van oké okay, ik ga naar werk ik moet dan de kids ja. halen moet ik er snel koken en dan weet je die totaal dus nog niet door dat, dat sleutelgat dat dat, dat ze het verruimend nog kijken ja. zitten we is dat ook de dualiteit die je dan nu ziet of hoe, 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 hoe? nou sowieso heb je allemaal je eigen wake-up call dus ja maar zeg jij ook iedereen of is er ook een groep die het die nooit hiermee bezig gaat om, om buiten die 4% zeg maar te kijken ja Zeker, niet iedereen op zielsniveau heeft in zijn programmering staan dat hij gaat ontwaken. Dus er, er is ook gewoon een hele grote groep mensen dat niet gaat ontwaken. Het is ook niet dat je moet ontwaken. Mm -hmm. Het is gewoon zo van, uh, op een gegeven moment krijg je je wake-up call, vaak in de vorm van een crisis of een burn-out of iets waardoor iets misgaat in jouw leven. Ja, helemaal tot stilstand komt. Ja, je tot stilstand ja. komt. En dan um, ga, je, ga je jezelf dingen afvragen. Van hé, hey, maar uh, ben ik wel gelukkig? Doe ik wel wat ik leuk vind? Ik heb het gevoel dat ik, uh, ja. dat ik niet helemaal uit het leven haal wat er voor mij in zit. En eigenlijk is het wel heel interessant, want um, om het maar over dertien grootmoeders te hebben, want het is natuurlijk eigenlijk... Dat is misschien leuk aan jou. Als ik tegen jou zeg 13 grootmoeders, wat is dan jouw gevoel en jouw associatie daarbij? Wat, 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 wat? Ja, het is nu natuurlijk dat ik me, dat ik me in heb gelezen. Ja. En, en, en ook over. Dat was voor mij ook zo'n shock. Net als de, de piramides. ook eigenlijk dat, we, dat er 13 maanden. Maan, ja. maan. Ja, dun. Weet ja. je, manen, maanden. maanden ja. ja, weet je, dat is, was van mij ook weer die 4%. Ja. Die, die hè? Wow, ja. Wil je er Minder? Wacht even. En dat ook al onze maanden, zeg maar, ook eh, de namen, van, dat dat ook eigenlijk anders bedoeld is. Dat ik denk, ja, dat, dat was voor mij, laat ik het zo zeggen, dat stuk ook al een soort van wow. je er Minder? We zijn dus ja. helemaal afgedreven van onze natuur, ja. onze realiteit, en dat is. In mijn optiek, dus misschien ook wel bewust. Hoe kan het? Dat deed bij mij ook al zoveel. Dit is nu eigenlijk mijn antwoord op jouw vraag, waarin ik ook zit en waar ik ook heel erg weer nieuwsgierig ben, hoe ja. jij dat ook allemaal ziet. Nou, en... zullen, we, zullen we gewoon eens uitzoomen en inzoomen. Ja, ja let's, let's go. Let's Want go. let's create magic. Ja, weet mooi, je wel? Ja. Nou, als je gaat, zeg maar, gaat uitzoomen, zou je kunnen zeggen dat veel oude natuurvolkeren. Hebben allerlei voorspellingen gedaan over de tijd waarin we nu leven, waar mm -hmm. jij en ik nu leven. Als in de Maya's. De Maya-kalenders bijvoorbeeld, ja. ook eeuwenoude andere profetieën en de Bijbel ja. en noem het allemaal maar op. Dus um, en je, er zijn allerlei kosmische evenementen gaande, veranderingen zeg maar in uh, cycli. Dus als je de vier seizoenen hebt op aarde, heb je ook allerlei grotere seizoenen zeg maar in de kosmos. Mm -hmm. Wat er nu uh, gaande is, uh, ik, ik, ik doe mijn best om het gewoon heel eenvoudig uit ja, te leggen. Probeer, ja. Is dat je zou kunnen zeggen dat ons zonnestelsel die danst richting de grote centrale zon. Dus je hebt kennelijk in het universum een soort bron en uh, de ene keer beweeg je er verder vanaf en de andere keer beweeg je weer dichter naar de bron. Dus om het simpel te zeggen, en dat hangt van allerlei cycli uh, af, ja. hangt samen. Dus nu zou je kunnen zeggen, er is een, een, er zijn, je had 21 Maya-kalenders, als ik het goed zeg. Mm. Dus dat geeft wel aan dat er heel veel cycli zijn, maar die allemaal in harmonie met, als een groot mechanisch uurwerk. Allemaal kleine radartjes die in perfecte harmonie. Dus je zou kunnen zeggen dat allerlei, uh, een aantal grote en kleinere cycli zijn ten einde gekomen en weer opnieuw begonnen. Nou, wat betekent dat? Praktisch gezien. Nu zeggen. Sorry, Tessa, We zijn ja. nu aan het einde. We zijn nieuw, ja. opnieuw begonnen. Ja, dus de. Zit al een nieuwe cycli. Ja, we zitten okay. zeker in een nieuwe cyclus. Ja, dus de Maya kalenders liepen af in 2012. Ja. Zij zeggen van, uh, je hebt een periode van 13.000 jaar die is afgelopen, maar ook van 26.000 ja. jaar en zelfs van miljoenen jaren. Dus je zou kunnen zeggen dat um, door die uh, Nieuwe cycli is er een ander spel gaande op planeet Aarde. En dat kan ik eigenlijk heel simpel uitleggen. En dat is denk ik voor heel veel mensen ook al best wel bekend. Dat de afgelopen 13.000 jaar. had de mannelijke energie de macht. en was de vrouwelijke energie eigenlijk een soort ondergeschoven kindje. En uh, nu in de, in de nieuwe cyclus, cycli die zijn begonnen. Mag die vrouwelijke energie weer haar gelijkwaardige plek innemen in het menselijke bewustzijn? Mm -hmm. Waardoor um, je eigenlijk weer uh, um, in balans komt. Door eigenlijk die, die mannelijke en vrouwelijke energie die weer gelijkwaardig naast elkaar bestaan. In balans komt, komt eigenlijk de derde energie vrij. He, net zoals dat een man en een vrouw houden van elkaar. En ze maken een kindje. Is dat mm -hmm. kindje eigenlijk die derde energie? Mm -hmm. En die draagt ook weer het mannelijke en het vrouwelijke in zich. Dus we gaan een eenheidsbewustzijn krijgen. Wauw, daar en, zitten wij nu in. Daar, daar zitten wij nu in. Dus je ziet eigenlijk dat nog die, die trein. Uh, van die mannelijke energie, die, die, is niet, die staat niet ineens acuut stil. Die dendert nog even na. He, dus je ziet ook nog dat we die mannelijke energie nog heel krachtig ook hebben. Terwijl parallel daaraan zie je die vrouwelijke energie. En dat mag je echt zien als, uh, kijk, je hebt bijvoorbeeld uh, de Schone Slaapster. He, dat is dan dat symbool voor de vrouwelijke energie die heel lang in een soort diepe slaap was geraakt. Maar zij is eigenlijk nu aan het ontwaken. Maar je mag gerust zeggen dat zij een reus is die ontwaakt. Want de vrouwelijke energie is eigenlijk verbonden met de onzichtbare wereld van energie. En de mannelijke actie is vooral gericht in het fysieke manifesteren. Dus um, de, de, de mannelijke energie is de doener: hè? de denker, de doener, de, de vormgever. Uh, dat wat, wat je uiteindelijk uh, gemanifesteerd ziet. Zeg maar. mm -hmm. Dus die mannelijke energie is vooral operationeel in de fysieke materiële werkelijkheid. Dus op het moment dat die vrouwelijke energie terugkomt in ons bewustzijn, gaat eigenlijk die wereld van energie zeggen: hallo, ik ben hier. Terwijl wij al die tijd dachten: alleen wat je ziet is echt. En wat je niet ziet bestaat niet. Mm -hmm. Dus uh, geesten, die kunnen niet bestaan, weet je wel. Uh, andere dimensies. Andere even. dimensies, uh, dat is, wat een onzin of zo. Weet mm -hmm. je wel, dus, dus dat. Je nu ook je heel erg nu wetenschappelijk steeds meer Zeker. bewijzen ziet de dat quantum... er veel meer is. Te Zeker. En, uh, en, en de dat de is super belangrijk, want. Uh, maar goed, ik dacht, daar kom ik ja, zo op ja, terug. Ja, ja. En wat dus heel belangrijk is, is om te beseffen dat aarde is geen levenloze rots in het universum is. Aarde is. Is een levend uh, organisme. Dat kan ook niet anders, want wij zijn haar kinderen, want wij zijn van de aarde. En wij leven toch ook, weet je wel? Dus mm -hmm. aarde is, um, uh, is een levend bewustzijnsveld. En dat is voor mensen eigenlijk al heel nieuw om er zo naar te kijken. Ja. Wil je daar eens op verder gaan? Hoe, ja, dat want doet? dat is wel heel belangrijk. Want wat je nu eigenlijk ziet gebeuren. Uh, want jij noemde net de jongeren, bijvoorbeeld depressie, ja. uh, toename van zelfmoord, ja, exact. dat soort heftige dingen, ja. verdovende middelen. Maar ook volwassen mensen, uh, vrouwen die... burn-out, burn ja, ja. Die niet meer mee kunnen in de Red Race, die verlangen naar onthaasten, naar ja. rustig aandoen, naar zingeving. Ja. Van waarom ben ik hier? Dat is eigenlijk een heel groot gevolg. Van die vrouwelijke energie verbonden aan wat de oude volkeren Moeder Aarde noemen, is eigenlijk doordat Moeder Aarde in een nieuwe cyclus komt, reageren wij op haar. Want wij denken wel eens dat wij, zeg maar, ontwaken en dat alsof wij bepalen van nu ga ik met spiritualiteit beginnen, ik noem maar wat, of ja. bewustzijnsgroei, maar wij zijn deel van haar, wij reageren eigenlijk op haar nieuwe cyclus, op haar. Awakening, om het zo maar te zeggen. Dus ook alles wat je nu ziet gebeuren in deze tijd. heeft gewoon ook dus te maken met dat. dus die. Dat, de, 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 de frequentie van de aarde aan het veranderen is. Zeg ja, ik. dus je zou kunnen zeggen dat die frequentie van de aarde. en ook verbonden echt met de binnenaarde. die is aan het veranderen. En, um, um, en die grote centrale zon. het is heel belangrijk dat je ook. Ik denk ook bij al jouw interviews, maar ook zeker in dit gesprek. blijft denken in energie. Blijf beseffen dat in een wereld van energie is alles veel meer mogelijk is. Tesla zei ook al: hè, op, op het moment dat wetenschappers gaan denken in energie, trilling en frequentie, dan gaan we waanzinnige, baanbrekende technologische uitvindingen doen, want dan is er veel meer mogelijk. Denk je dat we dan aan de vooravond daar ook van staan? Daar zitten we al eigenlijk middenin? Dus het is al gaande. Absoluut, ja, absoluut. Uh, ik, ik kan daar zo meteen ook, even, wil ik ook heel Ik wil eigenlijk alles <laughs> met jou bespreken. Laat ik, laat ik, laat ik jou ja, zeker. Maar het is nog even belangrijk ja. om uit te leggen dat, um, dat die levensenergie um, uh, in, in de aarde is aan het ontwaken. Dat zou je echt ook als een soort slangenenergie kunnen zien. Mm -hmm. en dat ik, ik, misschien vind je dat moeilijk te bevatten, maar um, het, het is levenskracht. Want mm -hmm. wat voedt... Uh, de, de, de dieren, de planten, de bomen, waardoor groeien dingen, dat is levensenergie. Heeft het ook weer te maken, sorry, Sessa, Maar ja. heeft het ook weer te maken met de Schumann-resonantie en dat soort dingen? Of is het... Ja, dat is een term wat wordt gebruikt om inderdaad die toenemende frequentie van de aarde. Ja, maar dat, dat is ook meetbaar. Zeker, dat is ook meetbaar. Dus dat gelukkig is het, denk ik, ja. ook meetbaar. Ja. ja dus, dus, um, maar die, die natuurvolkeren, die weten dit al vele, vele eeuwen. Ja. dat er een wereld van energie is. En uh, wij zijn heel blij dat de kwantumfysica dat nu ontdekt. Maar wij reageren eigenlijk dus op die aarde die aan het veranderen is en wij worden uitgenodigd met haar mee te veranderen. Dus mensen die nu ook dus in die burn-out kan hè, ja, dat is een voorbeeld dat. Mensen die dus nu in die burn-out komen, kan dus ook te maken hebben met eigenlijk die veranderende energie. Of ja, kijk, op, op, op het moment dat jij als ziel besluit naar aarde te komen. dan teken je eigenlijk in op deze tijd. Van nou, deze tijdslijn lijkt me super tof. want dan gaat dat en dat gebeuren. Hè? Die vrouwelijke energie. Hoor dat te Ja, great, weet <laughs> je wel. Dus het zou zomaar kunnen dat jouw ziel. Um, uh, dus ja, bij jou en mij ben ik er eigenlijk al 99% zeker van. maar oké, okay, voor de kijkers en de luisteraars. Jouw ziel die heeft uh, ingetekend om hier in deze tijd. Op aarde te komen um, en um, die ziel die heeft uh, gedacht: van nou, ik heb die talenten en kwaliteiten en als ik die rol ga vervullen, kan ik een super tof verschil uitmaken in deze tijd op aarde omdat uh, de mens is aan het veranderen. En het is ongelooflijk belangrijk dat er een vernieuwende energie komt. Hè? Dus de, 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 een nieuwe basis voor het onderwijs, de gezondheidszorg, de politiek, de media, de hele. De hele eigenlijk alle systemen. Ja, alle systemen. Tijd om, de, al, tijd om voor, voor verandering. Ja, dus eigenlijk heeft jouw ziel een soort wekker die uh, afgaat op het moment dat het jouw tijd is om te ontwaken. En stel je voor, en dat, die kans is heel groot, omdat we in een. een Ongelooflijk zware energielever op planeet Aarde in het oude systeem, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. waarbij de mannelijke energie zeg maar domineert, is het dus, je moet van goede huizen komen om te om, blijven staan. Om te blijven staan, maar ook om naar je intuïtie te luisteren. Dus we zijn eigenlijk, zonder dat we het per se met opzet doen, is de kans wel aanwezig dat je je stem van je intuïtie negeert. Want. Kijk, de media bijvoorbeeld of de reclameindustrie of het noemen wat, dat, is, dat schreeuwt haast in je oor. Maar je hart is een hele zachte stem. Die staat niet naast je te schreeuwen. Die is... Uh... Hmm. Die fluistert, bij wijze van spreken. Dus op een gegeven moment, als jij die fluisteringen negeert, hè, dus jij uh, gaat tegen je gevoel in, uh, doe jij bepaalde dingen in het leven. En dat is heel begrijpelijk, hè, want dat... dat, dat we, ja. we, we groeien allemaal met vallen en opstaan. En je hebt allemaal je pad en je moment van ontwaken. Maar op een gegeven moment dan, uh, dan komen de crisis in je leven. Want het is eigenlijk jouw ziel die op jouw deur klopt, die zegt: van hé, hey, weet je nog, we, zouden... we hadden iets afgesproken. Hadden iets afgesproken. <laughs> Wij gingen dit en dat op planeet Aarde doen. En jij ging je hart volgen en. en, en uh... Dus, dus op het moment dat jij een crisis in je leven krijgt... kunnen we ons wel eens het slachtoffer voelen. Van, oh, waarom overkomt mij dit? Maar het is eigenlijk een deel van jezelf dat zegt van... Hey, ik geef je een crisis wat een geschenk is in vermomming... Wow. waardoor jij wel... Want, want soms kunnen we niet op eigen kracht uit die rat race... of uit het systeem stappen. Daar, daar hmm. hebben we een grote intervention voor nodig. En... En, en wat ik heb geleerd, wat, wat ze mij hebben laten weten, de dertien grootmoeders, ik zal het zo uitleggen. Ja. Zij noemen dat de Mother Intervention. Dus planeet aarde, moeder aarde leeft, heeft bewustzijn. Zij houdt van al haar kinderen. Zij kent alle onze zielenopdrachten, wat we hier komen doen. Zij heeft ons uitgenodigd bij haar te komen om in deze tijd zeg maar, die, die, het verschil, de game changers te zijn. Dus. Um, dus zij helpt ons eigenlijk in deze tijd bij het ontwaken. En op het moment dat het moeilijk is voor ons om zelf te veranderen en te luisteren naar die stem in ons hart, dan brengt ze of een burn-out of een depressie of een ziekte. Of, het kan heel heftig zijn. Mm -hmm. Maar je, het, het is soms de enige manier om compleet uit je comfortzone, je automatische piloot. Vandaan gehaald te worden om tot stilstand te komen en jezelf af te vragen van, hou oh, maar wacht eens even, wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? En, en, en waarom voel ik me niet gelukkig? En gelukkig is er dan ook in deze tijd heel veel kennis en informatie voorhanden, hè, waardoor je op allerlei boeken kan stuiten of op websites of op jouw mooie platform. Of waardoor mensen ineens allerlei uh, kennis en informatie tot ze gaan nemen en dan eigenlijk beseffen van wow, wat de f om het mm -hmm. zo maar te mm -hmm. zeggen van nu besef ik waarom ik hier ben gekomen mm. en en dan begint eigenlijk het grote werk want op het moment dat jij ontdekt van uh, ik ben niet zo beperkt als ik denk en mijn ware natuur is eigenlijk dat ik energie ben dan dien je dus ook Um, weer in, in harmonie te komen met, je, met jezelf, met lichaam, geest en ziel, maar ook met de aarde, met de natuur. En um, dan ga je eigenlijk merken wat een ballast en een bagage wij als mensen hebben door trauma's, negatieve ervaringen, programmeringen, inderdaad. Wat je zegt, waarin heel veel programma's op angst gebaseerd zijn of ik ben niet goed genoeg of. Wat stel ik nou voor? Kan ik, waarom zou ik nou wel mijn droom waar kunnen maken? Want, uh, maar terwijl eigenlijk iedereen super kostbaar is hier op aarde. Kijk om je heen, weet je wel. Tuurlijk ben jij met jouw droom en jouw passie nodig. Want we hebben elkaar allemaal nodig in deze tijd. Ja. Dus, en dus, dus eigenlijk is zo'n... Dus mocht je nu als luisteraar of als kijker, zeg maar... Uh, uitgeput thuis zitten of echt helemaal aan de grond zitten... en dat je denkt van van wow, wat heftig... besef dan dat het ook zomaar een geschenk in vermomming kan zijn... voor jou... Geschenk in vermomming. Ja, om gewoon te gaan beseffen van... hé, hey, maar nu is, is het mijn tijd om te gaan herinneren wie ik ben... en te gaan beseffen dat je eigenlijk ontwaakt in een wereld van energie. En wat ik dan heel erg leer van die onzichtbare wereld... is dat er orde en harmonie ten grondslag liggen... aan onze bewustzijnsgroei. We worden niet zomaar gecatapulteerd in een wereld van energie... en van nou, hey, sterk de prettige ja, wedstrijd, zoek het nee. uit. Nee, daar, daar is heel veel begeleiding bij... en heel veel um, uh, ja, orde en harmonie, om het zo maar te zeggen. Ja. En, en misschien is het dan nu een goed moment om uit te leggen... wie dan die dertien grootmoeders zijn. Ga vooral door, ik ben een en al Oké. Okay. Ja, nou, ik zal het uitleggen. Hoe, is, wist... het dan, hoe is het ontstaan? Hoe is het, het ontstaan? Even, hoe is, ja, hoe we... Ja. Jou, je vertelt het zo prachtig. Ik nou echt aan je, je lippen. En dan denk ik, ja, ja, hoe is dat allemaal vanuit, dat, vanuit, je, vanuit je begin jaren twintig, zeg maar, ja. in schooling? Je, je nou, ik, ik kan het wel uitleggen, want op een gegeven moment. Um... Ik ben journalist geweest. Dus ja. het, het nieuwsgierige, het onderzoeken... Dat zat daar al in. Zat er al in. Maar dit mocht je misschien nog niet helemaal <laughs> bestuderen. Nou, bij de krant mocht ik dit niet bestuderen. Goed nieuws was geen nieuws. Nee, weet je? Want nee, dat maar, was gewoon de snelregel. Die kon ik niet verkopen. Dus, uh, dus ik ging buiten de gebaande paden. Toen al nou ook als journalist? Nee, toen, ik werd ontslagen en ik ontdekte het is een geschenk in vermomming. Dus ik, ik um, was in die tijd al met spiritualiteit bezig. Ik las al bepaalde boeken waar, waardoor ik kon inzien van hé, hey, dit is een geschenk in vermomming dat ik word ontslagen. Dus je kreeg, je, jij kreeg toen ook eigenlijk je crisis. Ja, van. zeker. En ik had ook een huwelijk, ik ging ook scheiden, ik ben oh, ook wow. op jonge leeftijd getrouwd. Ik heb mijn crisismomenten ja. echt absoluut gehad. Wat, wat, je, toch, ik ben benieuwd voor jou inderdaad. Dus jij kreeg die crisis en hoe, 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 misschien er kwam later dat inzicht van de, de, de vermomming. Zeg maar, of was je er meteen al padsboom? Oh, dit is de je gaat natuurlijk eerst misschien ook ja. wel door. Een nou ja, door verdriet, bij de, de krant. Bij de krant toen ik werd ontslagen, want ik was al een vreemde eend in de bijt. Ik voelde me al niet op mijn plek. Het was eigenlijk waar ik uh, zat, was eigenlijk een soort springplank naar de dagbladen naar Parool, Volkskrant. Ik ik werkte bij PCM uitgevers en ik voelde me gewoon niet op mijn plek. Mm -hmm. Maar soms weet je niet wat je voelt, hè? Je kunt wel voelen dat je niet op je plek zit... maar je kan ook niet weten wat dan wel... omdat je geen referentiekader hebt. Nee. Herkenbaar. Ja. Ja, dus ja, want je voelt wel van alles. Je denkt ook soms van, het ligt aan mij dat ik hier niet op mijn plek zit. Of dat ik... Ik ben anders. Ik het doe vast mij, iets of... niet goed, of ja. zo. Weet je wel ja. zo. Dus, um, um, dus op een gegeven moment ging ik buiten gebaande paden. Ik ging freelancen. Ik kreeg een klant die werkte in de gezondheidszorg. En hij was een ziekenhuisdirecteur geweest van diverse ziekenhuizen. Die man had zijn awakening. Die ontdekte de Maya kalender. Die ontdekte een wereld van energie en die ontdekte dat gezondheid en energie ongelooflijk met elkaar samenhangen. En dat uh, we een uh, her, Pim van Lommel, die arts ontdekte ja. ook al eindeloos uh, bewustzijn. Nou, ja, prachtig, ja, super fijn. Bijna doodervaring. De, bijna doodervaring. Ja. Dus die man die wilde eigenlijk een journalist inschakelen of een tekstschrijver die hem ging helpen bij het schrijven van zijn boek. Okay, als ziekenhuisdirecteur was, was, al, was, al, was hij al weg? Als, ja, ja, hij was weg. Hij ging met pensioen. Ja, okay. Hij wilde tot slot nog een mooie laatste oeuvre ja. uh, doen. Uiteindelijk is dat boek er niet gekomen. Oh, dat jammer. zeg ik er even dat bij. Wat jammer. <laughs> ja, anders, ik had hem graag ook willen. <laughs> ja, Dat ja. snap ik. Maar door, door deze man ging ik ook me in allerlei dingen verdiepen. Dus dat ons DNA aan het veranderen is. Dat ja. DNA eigenlijk. Zo interessant. Ja, ook. zo interessant. Zo. Dus, nou, maar ik, ik hou hem eventjes want ja, 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 ja. Want ja, ja, we kunnen dat alles dat gaan ik. van Je het einde. Nog een paar keer terug. Dus <laughs> ja, we, we, we ja dat zou ik ja, heel ja, leuk ja. vinden. Ja. Um, dus um, moet ik even denken. Ja, bij de ziekenhuisdirecteur was een boek aan het schrijven, uh, schrijven en hij vroeg jou. Ja, dus. Um, oh ja, hoe dat. Oh ja, en doordat ik um, als journalist in een hele nieuwe wereld van informatie kwam, de graancirkels, de maya-kalenders. Ons DNA veranderd. Maar waar ik echt op aanging... was echt het ufo-fenomeen. Ja. Buitenaards leven. Mm. sterrenmensen. En toen gingen bij mij alle alarmbellen af. Want als je ontwaakt in een wereld van energie... als er oneindig veel sterrenstelsels, planeten... dan kan aarde niet de enige planeet zijn in de kosmos. In Met leven. Met leven, dus uiteindelijk, parallel daaraan, ontstond bij mij het verlangen om ook mijn uh, psychische vermogens te ontwikkelen. Dus je intuïtie. Dus helder zien, helder voelen, telepathie, weet je wel. Maar, maar dit zijn ook dingen, het is wat ik dus nu steeds meer hoor, dat wij dus eigenlijk dat soort vermogens als mens eigenlijk allemaal hebben. Absoluut. Wow. Op het moment dat jij eigenlijk uit je denken gaat, die, 4%, die maar 4% van de realiteit kan waarnemen en begrijpen dan ga je die andere 96% erbij pakken. Dan ga je eigenlijk verbinding maken met je innerlijke zintuigen. En dan ga je via je innerlijke zintuigen... verbinding maken met de onderstroom. Met dat wat je voelt, zeg maar. En voelen brengt je voorbij tijd en ruimte. Dat, je hebt Baptiste de Paap ja, ook gehad. Hij heeft ja, misschien wel iets verteld over remote viewing. Zeker, zeker. Nou, de avond. Dat, gaat, dat is dat, weet je. Dat is ook... Het ontwikkelen van je psychische vermogens. En uh, daar heb je voelen absoluut voor nodig, je intuïtie, je innerlijke zintuigen. Dus toen ik dat ontdekte, was ik eigenlijk vooral bezig met de sterren. Dus ik vond aarde, ik dacht. Wat een saaie ja, wereldwijdheid. <laughs> ik dacht, van, <laughs> nou, ik, ik was meer bezig met, ik wil uh, contact maken met sterrenmensen en met andere werelden. Dus ik was totaal niet geaard. Da daar komt het eigenlijk op neer. Maar wel super gefascineerd. Ik heb, heb ongelooflijk veel geleerd. En um, op een gegeven moment um, brak er eigenlijk een nieuwe fase aan. Dat was 2011. Ik was journalist, freelancer. Ik had hier en daar klussen. Op een gegeven moment kwam er een man uit, uh, uit Zuid-Amerika op mijn pad. Um, en hij is opgegroeid bij de natuurvolkeren, bij de Maya's, en hij had als dus een soort roeping om uh, de Westerse mens weer in contact te brengen met de kennis van de natuurvolkeren en ook met ceremonies en rituelen en het belang daarvan. En dat wil ik straks ook nog uitleggen, ja, ja, ja. maar dat ga ik straks uh, ja, doen. Ja, mooi. Ja, ja. dus um, hij uh, vroeg aan mij van wil jij van mij mijn webteksten schrijven? Ik dacht nou super tof, maar toen zei hij ook van om te weten waar je over schrijft, is het, lijkt het mij een goed idee als jij zelf een ceremonie gaat bijwonen. Hij zegt: Oh, <laughs> je ja, is nog een brug te ver. Oké, oké. Okay, okay, okay. ja, uh, nou goed, hij zegt: Begin maar dus met een zwetend ceremonie. Ja. Dus dat was 2011, dat is in mei tw twa twaalf jaar geleden. Dus ik uh, ben een zweetedceremonie gaan doen. Fascinerend, ik wilde ook meer over weten. Ja, ja. Uh, ja, een zweetedceremonie is eigenlijk dat, dat je een soort hut maakt. Ja. Met eh, de natuurvolkeren deden dan met dierenhuiden eromheen. Uh, je steekt eigenlijk, uh, je, je doet brandende stenen. en dan giet je water op in de tuin. De de tent, zeg mm -hmm. maar. Mm -hmm. En het wordt bloedheet daarbinnen. Ja. Ja. Dus, um... Ik vind het nog een beetje claustrofobisch. Snap ik. Of, of, ik ben ja. een paar keer uitgenodigd voor zo'n ceremonie... en ergens zit er een meisje. Van... Ja. Ik vind het heel interessant. Ja. Heel gaaf. Ik heb ayahuasca wel gedaan, oh, bijvoorbeeld. Ja. Natuurlijk moedig, hoor. Ja, ja. Dat, dat voelde ik gewoon heel ja. erg. Maar maar een zwetere ceremonie ff, li lijkt mij nog best... Wow. Maar... Ja, wat, een, wat mooi is van de zwetere ceremonie... Op, op het moment dat je gewoon echt op, aard, op de aarde gaat liggen... Ja met je blote lichaam eigenlijk... dan is het heel goed te doen. Op het moment okay. dat je gaat zitten, de ja. warmte stijgt op... Ja, dan wordt het echt superheet. Ja. Maar ik deed dus die zweetertceremonie... en ik vond het vooral een hele aardse ervaring. Okay. Dus ik Mooi. vond het niet een spirituele ervaring nee. in die nee. zin. Nee. Dus ik moest alle zeilen bijzetten... om niet heel snel uit die tent te willen vluchten... omdat het superheet was. Maar daarna is eigenlijk mijn hele leven compleet veranderd. Want... Um, in die maand daarna ging ik met mijn gezin naar Zuid-Frankrijk op vakantie. En ik nam een aantal boeken mee op de valreep. De dertien oorspronkelijke klenmoeders van Jamie Sams. De Maya-kalender over 2012. En de Serpent of Light van Drunvalo Melchizedek. Absolute boektips. Ja, mooi. Die gaan we even onder, ja. onder deze video ook zetten. Ja, zeker doen. Um, dus wij gingen naar Zuid-Frankrijk. We kwamen daar in een caravan met nummer 111... Ik dacht, nou, leuk die nummers, weet je wel. <laughs> en um, uh, ik lag in bed en ik ging heel even zo snel even zo door mijn boeken heen. Maar ik was ook een beetje in een lichtvoetige vibe. Ik dacht, ik wil ook weer niet te diep in al die spirituele boeken. Dus ik pakte die dertien oorspronkelijke klemmoeders erbij. En ik ging gewoon even zo bladeren. En ik zag bijvoorbeeld één grootmoeder die heet Verhalenvertelster. Toen dacht ik, oh. Ja, daar, daar voel ik me wel mee verwant. Want ik ben journalist. Ik hou van verhalen vertellen. Dus ik dacht, nou, interessant. Dus ik deed het boek dicht, weer op mijn nachtkastje. En omdat ik heel erg van yoga hou, ging ik ochtends vroeg uit de veren. Ik denk om een uur of zeven of zo. En ik ging yoga daardoor dat natuurgebied. En ik moet zeggen dat ik toen al wat ervaring had in telepathische verbinding maken. Dus, um, dus, dus die ervaring had ik al. Dus ik was aan het yoga. En op een gegeven moment hoorde ik een soort innerlijke stem tegen mij zeggen... van kijk eens om je heen, wat zie je? Nou ja, en in Zuid-Frankrijk, het zag er allemaal heel verdord uit en heel droog. En toen zei ik van, nou nee, het ziet er allemaal heel droog en verdord uit. En nou, toen hoorde ik die stem zo zeggen van... dat komt omdat de mens meer van de aarde neemt dan dat hij teruggeeft. Dus nou, oké, okay, weet je wel, en op een gegeven moment begon die stem eigenlijk steeds meer te praten. En ik dacht van, wat is dit, weet je wel? Dus zij, niet gek. Ja, ik dacht van, ik, ik was wel echt, ik vond het wel echt heel apart. Want ik had al wel telepathische verbinding gemaakt. Maar deze stem, ik, het is niet zoals ik met jou praat. Mm -hmm. het, telepathie is eigenlijk een, een hele sterke gedachte. Waarvan je voelt die zo, zo sterk, dat het anders klinkt als je eigen gedachte. Dus telepathie kan je eigenlijk veel vergelijken met je eigen denken. Mm -hmm. Dus denk maar eens dat je nu zegt van, ik fiets op de weg. Mm -hmm. Dat hoor je jezelf dan denken. Ja. Telepathie is eigenlijk een hele krachtige gedachte, denken. Mm. Dus ik hoorde dat het niet van mij was. Maar ik viel ook nog niet meteen het muntje wat het nee. dan wel was. Nee, snap ik. Dus op een gegeven moment toen zeiden ze tegen mij van, jij bent net als de... Zesde grootmoeder een verhalenverteller. En toen gingen ze vertellen dat zij de dertien grootmoeders zijn. En, um, was je er toen wel al van op de hoogte, dus de dertien grootmoeders? Wat, wat dat? Door dat ene boek Extra. wat ik s'avonds uh, voor het slapen gaan ja. even nog zo. had ja. bekeken. Wist je in ieder geval. Wist ik globaal. En, en ik, ik, ik uh, had het boek ook op de phonereep uit de boekhandel meegenomen. Want wat me wel interesseerde was. Die eeuwenoude culturen en, en wat, die kennis van die oude volkeren. Want die zeiden ook dat wij van de sterren komen. Dus dat was zeg maar, voor mij de aanleiding om mezelf te verdiepen in de natuurvolkeren. Want ik voelde me verbonden met de sterren. En ik dacht, van, Goh, wat vertelden die natuurvolkeren daarover? Dus zodoende dat ik eigenlijk daar nieuwsgierig naar was. Dus ik ging eigenlijk van alles lezen over de natuurvolkeren. En die dertien grootmoeders, ik vond het eigenlijk. Ik vond het wel heel mooi, ja wel leuk klinken, maar ik vond ook iets geks. De 13 grootmoeders, wat is dat dan, weet je wel? Ja. En toen, um, en, en dat is ook wel een proces van jaren geweest om echt te begrijpen wie zijn de 13 grootmoeders. Dus dat zal ik nu bij deze uitleggen. Ik had hem op mijn lijstje staan Hoe, die vraag. Ik, dat, uh, <laughs> hoe ik dat nu ervaar. Um, wat ik net al zei, Moeder Aarde leeft. Ze heeft bewustzijn. Moeder Aarde, de aarde, heeft al vele beschavingen zien komen en zien gaan. En die heeft ook al vele crisis meegemaakt op haar aardkorst. Dus um, hey, je hebt ook wel vast wel gehoord van het verzonken Atlantis, ja. maar ook Lemurien. Ja. Dus um, zij heeft al heel wat wanhoopskreten van de mensheid gehoord... waarbij echt vanuit het hart werd geschreeuwd naar het universum van... help ons, weet je wel, help ons. Dus daar wordt vanuit de kosmos de sowieso op gereageerd. Dat is weer dat sterrenmensenverhaal, maar daar kunnen we later wel weer ja, op terugkomen. Ja. Maar Moeder Aarde heeft, is ook gaan reageren. Die heeft aspecten van zichzelf laten uh, echt in een, in een vrouwenlichaam geboren laten worden. En, en dat zijn de dertien grootmoeders geworden. Dus die zijn, dat zijn echt vrouwen geweest die echt op aarde hebben geleefd. In, in een lichaam van vlees en bloed. En zij kwamen uit de vier windrichtingen. Vonden die dertien vrouwen elkaar ook. Dus wow. via dromen. Via telepathische verbindingen. Zijn die, is die groep, zeg maar, ook uh, samengekomen. En zij hebben eigenlijk het. Um, um, in de blauwdruk achtergelaten wat het betekent om een geheelde vrouw te zijn. Dus Moeder Aarde ziet de vrouw als een holistisch wezen. Dus lichaam, geest, ziel. En dat je die, als je die in balans hebt en uitgeleind bent. ben je eigenlijk geheeld. Dus helen gaat ook eigenlijk over je eigen heelheid herinneren. Dus die dertien grootmoeders hebben eigenlijk. Um, het vrouwenmedicijn achtergelaten. Dat noemen ze de woman medicine. Mm -hmm. Dus zij hebben eigenlijk um, um, waarvan de dertiende grootmoeder is eigenlijk de eenheid. Dus de the, the one. En die twaalf aspecten, dus, dus, de, ik, dus, ik blijf het een uitdaging vinden om het uit te snap leggen. Yeah. Want wat wij heel erg gewend zijn, is om lineair te denken. De twaalf kalender geeft eigenlijk al aan, we hebben een meetlat. En we leggen januari kaarsrecht in een meetlat tot en met december. Maar op het moment. En, en dan, dan ga je ook lineair denken. Dan ga je ook denken in afscheiding. In, 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 in licht, donker, angst, liefde, uh, zwart-wit. Maar als jij meebeweegt met de maan. Maar op het moment dat er een dertiende in het verhaal komt, mm -hmm. verandert het hele verhaal. Wat verandert er dan? Dan zie je dat die meetlat eigenlijk een spiraal is. Dus dan is de, de, de meetlat wordt een spiraal. Je gaat cyclisch denken. En die spiraal is dertien in het midden. Dus dertien is eigenlijk de absolute waarheid. Er is slechts eenheid. En dat is ook eigenlijk de, de, waar ieder mens. In essentie, op het moment dat je verlangt naar wie ben ik, wat is mijn ware natuur. Heb, voel je eigenlijk intrinsiek het verlangen om te versmelten met eenheid, mm -hmm. met je, je totale zijn. Dat is eigenlijk het ultieme voor de ziel om te ervaren. Dus in een menselijk lichaam te ervaren dat je één bent met het leven, met een wereld van energie. Maar, maar vroeger werd die dus, dus wel zo geleefd. Meer. Zeker, veel meer. Ja, en hoe, hoe kan het dan dat, dat wij dat totaal nu met twaalf maanden, er komen misschien straks ook ja. wel op, dat het, eigenlijk dus, dat het eigenlijk bedoeld is als 13 maanden en wij hebben er 12. Hoe dan, denk ik dan? Ja, het is, het is, uh, het is gaandeweg zo ontstaan dat, uh, dat door die mannelijke energie, die eigenlijk de, de macht, kijk, kalend betekent ook. Um, is ook ik geloof ik uh, de letterlijke vertaling vanuit het Romeins dat het een soort rekeningenboekje is. Dus het werd letterlijk meten is weten en 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 alles werd wiskundig ja, of zo. Wiskundig en uh, vanuit ratio, vanuit ja. verstand. Ja. En 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 het, het, het. Is dat is dat bewust? Nou, dat is die cyclus waarbij die mannelijke energie eigenlijk vrij spel had. Dat, dat we als mensheid mochten gaan ervaren van. Oké, okay, nu gaan we ervaren wat, wat er gebeurt. Als we eigenlijk ontwrichten van de natuur. Als we, als, als we onszelf loskoppelen van de <kuggen> natuur. En ons identificeren met ons denken. Wauw. En met ons lichaam. En dat wat je ziet. Met een wereld van uh, materie. En, da, en dat is ook waar het ego eigenlijk. Uh, kijk, het ego is ook je, je tool om. Te kunnen bestaan in een wereld van materie. Dus het ego verbonden aan het denken, je mannelijke energie, dat is eigenlijk je instrument om hier op aarde te overleven. Dus jouw Zeker ego Zeker in deze en in, de, in, de, in onze vorige tijdperk. Nou, of, um... of gaan wij ook nog steeds wel in ons in on, in onze nieuwe Kijk, het ego gaat ook door een transformatieproces. <laughs> ja. Maar ik zal ik 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 zal eerst even kijken of ik die dertien grootmoeders even kan afronden. Ja, ja mooi. Ja. Zodat, je kunt, zodat je kunt gaan voelen wat, wat, wat zij eigenlijk aan, um, aan erfgoed voor ons hebben achtergelaten. Wat wij nu kunnen gebruiken voor deze tijd. Want wij, hebben, wij zijn eigenlijk hongerig naar kennis. Van oké, okay, we ontwaken in een wereld van energie. Oké, okay, ik hoor over vrouwelijke energie. Maar wat is het nou eigenlijk? Wat is vrouwelijke energie nou? Eigenlijk? Uit waar bestaat dat eigenlijk uit? En hoe kom ik dan in contact met die vrouwelijke energie? Dus je zou kunnen zeggen dat iedere maand, iedere maan, een, een, een vrouwelijk thema heeft. Dus we zitten nu uh, in de vierde maan, maanfase. We gaan richting april. Dat is de maan van zij, die vooruitziet. En dat is de, de grootmoeder van. Uh, de, de, ja, alle innerlijke vermogens, je psychische vermogens. Dus helder zien, helder horen, helder voelen, helder dromen. Uh, nou, remote viewing, ik noem maar wat. Dus zij is daar eigenlijk, um, uh, dat is haar specialiteit. Dus de, de, de energie van deze maan is heel krachtig om je intuïtie op die manier met je innerlijke oog te gaan versterken. Dus als je dan uh, een maand lang met haar energie gaat werken... Hè, je kunt mijn boek lezen, maar ook bijvoorbeeld dat boek van Jamie Sams... dan ga je dus inderdaad de praktische tools zien van... oh ja, zo kan dat. En dat is misschien wel fijn inderdaad... Want ja. om toch een aantal praktische tools op mee te geven misschien ja. aan, aan nou, mensen. Zij, zij noemt bijvoorbeeld... de grootmoeders noemen het allerbelangrijkste vrouwenmedicijn... waar het begint en eindigt, is stilte. Stilte. Want je hebt stilte nodig om een wereld van energie te betreden. En want op het moment dat je een wereld van energie betreedt, ga je eigenlijk ontdekken dat je meer doet door minder te doen. Want energie is. En vrouwelijke energie gaat over ontvankelijk zijn. Dus daar waar mannelijke energie vooral naar buiten gericht is, mm. zou je de vrouwelijke energie kunnen zien als een kelk. Wat gewoon open staat om te ontvangen. Mm. Dus op het moment dat jij je afstemt op vrouwelijke energie, zeg je eigenlijk van: ik ga me openstellen voor wat bij mij wil komen, voor um, mijn intuïtie. Dus stel je voor dat jij hebt in het dagelijks leven inzicht nodig. Uh, je hebt een antwoord nodig of een oplossing voor een probleem. Of een, uh, een, een, dan ga je eigenlijk verbinden met de stilte. En je kan letterlijk in, in die wereld van energie daarmee praten, om zomaar te zeggen: Van um, ik heb dat en dat vraagstuk, of die en die uitdaging. Ik loop daar en daar tegenaan. Um, daar zou ik graag inzicht in willen hebben. Mm -hmm. Dus dan, dan is het de bedoeling dat je je openstelt om te ontvangen. Want dat inzicht is daar waar jij naar op zoek bent, is in een wereld van energie ook op zoek naar jou. Zo kun je het eigenlijk zien. Mooi, ja. Dus op het moment dat jij als een kip zonder kop blijft doorrennen... Uh, en, en, en um, paniekvoetbal gaat spelen... want dat is wat het ego verbonden aan het mannelijke verstand doet... van ik heb een probleem en we moeten nu een oplossing. Ja. En, uh, uh, want uh, dat, ja. dan, dan ben je als een kip zonder kop en dan ga je het niet vinden. Ja. Want, want in je hoofd, in je denk... Ga je het dus we moeten uit ons hoofd. Dat uit eigenlijk... ons hoofd, naar je gevoel... En het gevoel gaat ontvangen. Dus dan hoor je een liedje op de radio. Je ontmoet een persoon. Je... Synchroniteit. Synchroniciteit. Want, en dat is ook iets heel belangrijks om te onthouden. Wat echt een, een kenmerk is van Moeder Aarde, van de Aarde. Is dat zij wordt omgeven. En, en dat noemde jij net bijvoorbeeld al de Schumann-resonantie. Door een energieveld. Door een lichtlichaam. Wij hebben een lichtlichaam. Maar de aarde heeft ook een lichtlichaam. En hoe noemen de, hoe noemen de wetenschappers dat? Die noemen het bijvoorbeeld het kwantumveld. Ja. Maar de ouden noemen dat de web of life. En zij zeggen dat het zo belangrijk is om je ware natuur te herinneren. Dus ik ben energie, ik ben licht. Aarde heeft een energielichaam, de Web of Life. Want op het moment dat jij, jij jou met jouw energie. Door je hart te openen, jezelf te helen, door de stilte op te zoeken, door te verbinden met de natuur. De bomen, de dieren, de planten. Dan ga je met het web of life verbinden. En dat web of life, die web of life is harmonie. Dus je stapt eigenlijk automatisch in harmonie. Dus op het moment dat je in harmonie stapt, ga je eigenlijk ontdekken dat het leven al werkt. Dus je gaat je vertrouwen steeds meer leggen in dat het leven al werkt. In plaats van dat jij degene bent mooi. die het moet laten werken. Het is zo mooi. Het is eigenlijk doet mij denken aan. Uh, ja, wat wil ik van het leven in plaats van. Uh, ja, wat wil het leven, leven van, van mij? Wat wil het leven van mij? Ja, zeker. Dus je gaat eigenlijk vanuit je ego-identificatie van ik ben mijn denken, ga je je meer identificeren wow. van ik heb een ego, ja. maar die is verbonden aan mijn ziel. Aan een wereld van energie. Dus je ego gaat veel meer in dienst staan van jouw ware natuur. Want je, het is niet zo dat je je ego niet nodig hebt. Het ego gaat eigenlijk net als jouw totale wezen, ook door een, door een transformatie. Dus ik noem dat wel. Wat eens... is dan ons ego? Nou, ik, kan, ik zal het wel eens. Het oude ego is eigenlijk edging God out. Mm -hmm. Ego en het nieuwe ego, ik geloof, dat heb ik niet zelf bedacht, maar ik weet even niet meer van wie het met, komt. Met, met, maar ja. dat is edging God out, en dan heb je eigenlijk het nieuwe ego. Die, die is wel in inspiratie tot me gekomen. <laughs> Embrace God oneness. Mooi. Dus ego 2.0. Dus het is super belangrijk om de allerbeste vrienden met je eigen ego te worden, maar ook te leren kennen wat jou wat de werkwijze is van jouw oude ego hmm. en wat de nieuwe rol en werkwijze is van je nieuwe ego om die te herkennen die want, dualiteit. Ja, want wat je ziet is dat jouw ego heeft in de oude wereld de mannelijke ja. energie, ja. dus het oude systeem heeft eigenlijk een aantal hele belangrijke taken van jouw intuïtie overgenomen, namelijk het hoe en het wanneer willen weten. Daarom zijn onze egos van die control freaks, want op het moment dat jij in een wereld van zien is geloven, leeft. Dus alleen maar dat wat je ziet. Moet je wel jezelf beschermen door controle te hebben. door het hoe en het wanneer te willen weten. Want je vertrouwt niet op het leven. Want je leert van: ik moet overleven. in een fysieke materiële werkelijkheid. Dus. Ik vind dit ook zo boeiend. Want ja. dit is ook wel iets, sorry. Het nee. is ook wel iets waar, waar, waar ik nu ook wel in zit. En ik denk ook veel mensen. Je ja. ziet ook om me heen. Heel veel mensen die heel erg bezig zijn met hun bewustzijn. En ja. die ook dat enorm aan het, aan het, uh, aan het verbreden is, zeg ja. maar. Die wel in deze uh, tweespalt ja. komen. Als in ja, uh, leuk. Absoluut. En ik voel heel erg deze van ik wil ja. die kant op. Maar mijn ego en onze. Ja. Uh, materiële wereld. Uh, ik heb Zeker. een hypotheek, ik heb mijn ja. huis, ik, ik heb mijn baan, ik heb mijn persoon. Hoe moet ik het allemaal ja. doen? Ik herken hem ook. Ja. Dat, ja, uh, dat, kijk, dat, die vind ik nog. Die is ongelooflijk, want kijk, daar spelen eigenlijk een aantal factoren. Want ons, laat ik het even het oude ego noemen, hè? Die, het oude ego, oh. die is eigenlijk um, ook opgegroeid in een hedonistische maatschappij. Dus als jij bijvoorbeeld uh, iets wilt hebben, dan koop je het. Je bent eigenlijk heel erg gewend mm -hmm. om zo min mogelijk uh, de lasten op je te nemen. en zoveel mogelijk de lusten. Dat is eigenlijk het, 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 een, een werkwijze van het ego. En op het moment. Um, um, en, en, en daarbij is het ego heel erg gericht op overleving. om jou te beschermen. Dus dat doet het ego uit liefde voor jou. Zo kun je het eigenlijk zien. Dus op het moment. Um, dus zodoende heeft het ego ongemerkt, onbewust. Uh, een aantal taken van jouw hogere bewustzijn, jouw intuïtie overgenomen. Namelijk het hoe en het wanneer willen weten, hè? wat ik mm -hmm. net zei. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij jouw intuïtie gaat veruimen, gaat eigenlijk jouw intuïtie uh, weer van jou vragen om weer de taken op zich te nemen die bij jouw intuïtie horen. Namelijk het hoe en het wanneer. Want jouw intuïtie. Die kan in een wereld van energie het grotere plaatje zien. Dus jouw ego leeft in de fysieke, materiële werkelijkheid. Ik zit hier nu tegenover jou. Mijn ego weet wat er nu gebeurt. en wat er is gebeurd in mijn leven. Maar mijn ego weet niet wat er nog gaat komen. Mm -hmm. Dat voelt mijn hart en mijn intuïtie, die weten dat. Dus die, uh, die laten eigenlijk iedere stap voor jou oplichten. Mm -hmm. Dus als je op het moment dat jij zeg maar in die web of life stapt. Word je uitgenodigd organisch te gaan denken. En dat is een heel ander spel. Want je gaat dan leren dat jij niet meteen het hoe en het wanneer weet. En dat vindt het ego ja, super aan-relaxed. Dat is een hele mooie. Dus jouw ziel ontwaakt en jouw ego gaat erop aan. Want je komt in een wereld van energie. Je bent een kind in een snoepwinkel. Je gaat die training volgen. Je gaat een ayahuasca doen. Je gaat op yoga. Je gaat naar Ibiza, whatever. Maar op het moment dat het leven van jou gaat vragen om keuzes te maken. Waardoor jij niet weet hoe en wanneer en of het goed komt. Of dat er genoeg geld is of dit ja. of dat. Op dat moment wordt jouw ego superkrachtig. Want die denkt: hé, hey, ik vind het leuk die spirituele wereld. Ik vind het leuk bewustzijnsverruiming en mooie nieuwe aarde. En ik ben er helemaal voor. Maar nu komt mijn overleving in het geding. Ja. Dus ik neem de teugels weer even over van mijn intuïtie. Wow, ja. Want nu moet ik. Zorgen dat ik veilig ben. En, um, ja, heel herkenbaar. Ja, heel, heel herkenbaar. Ja, heel. En bij veel mensen. Dus, dus ja. wat is nu de kunst om weer uh, naar jouw intuïtie te, te gaan? En daar, daar soort van te blijven. Dus. En daar te blijven. Daar heb je dus die stilte voor nodig. En dat klinkt misschien een beetje als een dooddoen. Maar um, je hebt stilte nodig. Maar ook, je dient ook je verantwoordelijkheid op je te gaan nemen om je te blijven verdiepen in, in, in hoe energie werkt. Want jouw ego heeft informatie nodig dat het leven al werkt. Dus dat jouw ego het vertrouwen kan stoppen in het leven. Vertrouwen is ook echt... Superbelangrijk. Kijk, want je vertrouwt altijd wel in iets, maar het ego legt zijn vertrouwen in bijvoorbeeld een angst voor het ego dit is ook bijvoorbeeld interessant en hele belangrijke. Het ego denkt dat er maar één realiteit is. <laughs> ja. Dus die denkt van de wereld is nou eenmaal zoals die is. En als je een angst hebt is jouw ego bang dat die gelooft eigenlijk dat datgene waar die bang voor is, dat dat het, het meest waarschijnlijke is wat er ja, gaat gebeuren. Ja, dat, ja, ja. Ja. Ik kreeg hem vorige week nog te horen, ook deze inderdaad... van bij ja. ons eigen, ons denken gaat dan altijd uit van de doemscenario's. Ja. Terwijl eigenlijk 9 van de 10 keer er iets heel anders op ons pad komt. Zeker. En, 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 dus dan zeggen de grootmoeders... je dient steeds met de web of life te blijven verbinden. Dus ga de natuur in, ga wandelen ga de stilte opzoeken. Ga, ga uh, f, maak connectie je, met jezelf. Ja, je ziel voeden met, met boeken die jou inspireren, die jou ah. innerlijk blijven verbinden met die innerlijke waarheid dat je voelt van er zit een innerlijke navigatie in mij die feilloos mij door die mijnenveld van illusies navigeert Mooi. in het hier en het nu. Mooi. Ja, dus maar ook dat en, en dat vond ik echt een mega eye opener dat er dus niet maar één realiteit is. In een wereld van energie zijn er oneindig veel mogelijkheden, dus oneindig veel realiteiten. En jij mag jezelf afstemmen met jouw energie op die realiteit waar jij de deel van uit wenst te maken, waar jij de grootste voorkeur aan geeft. He, 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 komen we dan op het punt ook van tijdlijnen? Als in, of hoe is het. Ja, nou ja, weet je, um, je dient het eigenlijk te zien als dat je op de bank zit en je kijkt televisie. En je bent aan het zappen van het ene programma naar het andere. Maar op het moment dat jouw ego denkt van er is alleen Nederland 1. Hm. En daar blijf ik naar kijken. Ik blijf naar dat acht uur snel kijken. Ja. Nee, dan denk je van ja, shit, hè, het gaat allemaal mis. En uh, ik, ik moet overleven. En waar, hoe gaat het nu verder? Terwijl als je naar 2, 3, 4, 5 of naar 999. 9, 9, 9, ik noem maar wat, even een mooi getal. Mm -hmm. Dan zie je een, een, ineens een heel ander zender, waar ook andere mensen zijn, net als jij, die Mooi. Erna... En als je daar steeds meer op afstemt, ga je in dat web, de synchroniciteit, gelijkgestemde ontmoeten. En dan ontdek je eigenlijk, en dat is dus ook waar, die, waar de tijd nu rijp voor is. En waar we eigenlijk ook geen keus. Tuurlijk, er is altijd een keus. Maar ja, het is een dieper weten. Het is een dieper weten. Um, <coughs> kijk. Ja. Ik kan, een, ik kan nog wel weer uren. Misschien nee, wil je in de tussentijd ik, iets vragen. Ik, ik, nou, ik, nee, ik zit gewoon helemaal... Ja. Ik, ik, je onder, ontroert me bijna. Omdat ik deze ook uh, zo sterk voel. <coughs> en ook dus die... Ook dus waar ik dus ook een voel dat ik daar een rol in mag spelen... is in die verbinding van ja. dat... Van die mensen bij elkaar, omdat ik ook al gezien heb in vorige events en dingen, ook al is het een wandeltocht, weet je wel, maar ja. de, de, de energie die daar dan loskomt in de herkenning ja. van mensen en de, de, dat is, dat, dat ja. voel ik heel erg dat we dat nu mogen gaan doen. Om, om, ja, en wat om ik dat... er daar nu bijvoorbeeld bij krijg aangereikt, <coughs> want dat vind ik zo mooi, er zit waarschijnlijk nog veel meer hier mm -hmm. op die banken om ons heen, is dat, kijk, we hebben allemaal onze unieke rol in het ja. web. Dus er is voor iedereen plek. En op het moment dat jij um, jouw rol steeds meer herinnert. door gewoon steeds meer te doen waar je blij van wordt. Dat is een goede, hè? Ja, dus volg je waar je blij van wordt. Ja. Volg je je waar hart, je, volg je vast. Waar je gaat passie, van gaat stromen. Ja, waar je van gaat stromen, want dat geeft gewoon een sneeuwbaleffect. En um, dan is er voor iedereen een plek in dat web. Maar wat zo mooi is. Is wat er ook gaat gebeuren, is dat, dat er een groepsbewustzijn actief wordt in dat web. Net als dat spreeuwen, een groep spreuwen, die gaat in perfecte harmonie. Gaan ze met elkaar bewegen. En dat is nu de movement die gaande is je, dat, op dat, aarde. Ja, hoor. Dat zie je dus nu ook heel erg nu gebeuren. Dat gebeurt nu. Ja. Dus je ziet nu ook dat oké, okay, het oude is aan het instorten. En je ziet eigenlijk dat al die mensen in dat web met elkaar gaan verbinden, gelijkgestemden. En dat is al wat ik in mijn community ervaar. Of mijn community, gewoon de mensen waar we allemaal mee verbonden zijn. Ja, ik snap hem helemaal. Dat ik heb al zoveel hulp van zoveel mooie, lieve vrouwen ja, ja, mogen bijzonder. ervaren. Ja. En jij ook van de mensen met heel, wie jij dit heel, weer realiseren. Heel herkenbaar. Ja. Dat je, wat je dan ziet, hoeveel mensen willen aansluiten, ook al iets willen doen. Ja. Ook als vrijwilliger ja. ergens bij een event ja. willen zijn. Omdat ze gewoon dat, dit zo voelen. En ja. ik zeg ook altijd. Universe is niet Tim of zo, maar het is, het, het, het is dat. Het is, ik vind hem zo mooi, die, 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 die spreeuwen. Weet ja. Je, dat, dat, ja, dat is hem. Ja, dat, dat is, is hem. hem. En dan, dan ga je eigenlijk werken met iets wat jou overstijgt. En dan, dan gebeurt ook die magie. Maar het is wel heel belangrijk dat je gaat je vertrouwen gaat leggen in dat het leven al werkt. En wat, wat heel. Kijk. Dit is ook wat ik nu ook krijg aangereikt, is ook heel belangrijk. Het ego is eigenlijk gewend het altijd alleen te moeten doen. Hard te vechten, hard te knokken. En op het moment dat je niet in een wereld van energie leeft, heb je niet het idee van ik heb heel veel guidance bij me of zo. Dus wij zijn eigenlijk heel erg gewend het alleen te doen. Maar er is ongelooflijk veel hulp bij ons aanwezig om ons dus te helpen. En wat ik dus heel erg van de natuurvolkeren leer... en ook van de, van de grootmoeders... is wat de natuurvolkeren altijd doen... is verbinding maken met moeder aarde en vader hemel. En dan, op het moment dat je dat doet... in jouw dagelijkse routine bijvoorbeeld... van ik verbind mij met moeder aarde... En, uh, nou ja, dan kan ik nog wel eens een keer uitleggen hoe, hoe ik dat doe. Ja. Maar dan ben je eigenlijk zelf het kind... Dus op het moment dat jij je het kind voelt van een vader en een moeder, dus niet alleen je biologische, maar ook in de energie, dan besef je ook dat er ongelooflijk veel hulp is om jou als, als wezen van energie ongelooflijk te helpen. Er is een ongelooflijk. Het universum wemelt van het leven. Dus en dat is denk ik wel heel belangrijk om te beseffen. Dat je ook in een wereld van energie deel uitmaakt van een team. Waarin in dat team heeft ook zijn eigen rol. En jij bent dan de uitvoerder in de stof, maar je hoeft het niet alleen te doen. Je kan bij alles om hulp vragen. Visualiseer bij wijze van spreken. Kijk, ik zit bij wijze van spreken in mijn verbeeldingskracht. En verbeeldingskracht is dus ook al zo'n belangrijke vrouwelijke medicijn. Het manifesteren. Ja, om dus verbinding te maken met een wereld van energie. Ga maar visualiseren dat je op een mooie plek bent in de natuur met jouw. Spirit team. Ga maar doen alsof je om een raadvuur zit en ga ze maar om een leiding en advies vragen. En je zult misschien niet in die meditatie meteen het antwoord krijgen, maar reken maar dat ze in de synchroniciteit, middels dingen in jouw fysieke alledaagse leven, gaan laten merken dat er sturing en leiding is. Maar hoe kunnen we die sturing en die leiding het beste van binnenuit gaan ervaren? Als we dus onszelf ook gaan helen, want er is ook nog veel ruis op de lijn. Dus je bent eigenlijk in, op het moment dat je gaat ontwaken... wel met een heel groot project bezig. Want je bent aan het helen, je bent aan het ontdekken... hoe een wereld van energie werkt. Je bent waarschijnlijk ook je aan het verdiepen in... in wat er precies gaande is op aarde. Ja, en ook, ook, ook wat we heel erg dus zien... Ja, Hè, wat, wat we zien... dus nu heel erg in ja. de, de crisis. Je had het over een diepe crisis. Ja. Die we natuurlijk de laatste jaren ja. hebben gehad. En misschien ook nog wel aan gaat komen met de bankenwereld, et cetera. Ja. Maar jij zegt dus ook dat we die nodig hebben, eigenlijk. Om dus die ja, crisis. Dat het... nou ja, wat ik een hele mooie metafoor vind, is dat, dat de ouders zeggen ook van de mensheid is als een vlinder die op het punt staat uit die kokom te fladderen. En wat gebeurt er nou als een rups zichzelf helemaal vol vreet en zich ophangt om in een kokonnetje te kruipen? Dan valt hij als een soep uiteen. Dus in die kokon valt de rups uiteen in een soort soep. En die soep is nu eigenlijk wat er op planeet Aarde aan de hand is. En die soep is eigenlijk die stinkt en het is donker in die kokon. Ja. En, en, en de lijkt, shit komt er buiten. De shit, komt, de shit hits de ver. Ja. Maar wat heeft de wetenschap nou ontdekt? In die soep van die cocon, van die wat ooit een vlinder gaat worden, zitten de imagined cells. En die imagined cells, die uh, de imagine zegt het al, hein? imagination, die verbeeldingskracht, die cellen verbeelden zich al dat ze de vlinder zijn. Die weten, wat, dat is mijn taakje. Ik weet dat ik me ga focussen op het opbouwen van het nieuwe. En er zitten ook cellen in die soep. Hun taak is het om de hele shit zeg maar af te breken. Ja. Dat zie je letterlijk nu op aarde gebeuren. Je ziet eigenlijk een, 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 een groep bezig met uh, controle, manipulatie, afbraak, vernietiging. En je ziet eigenlijk die Imagine Cells, zoals jij en ik, en nog heel veel andere mensen die luisteren en kijken en allemaal. Wij zijn de Imagine Cells. En wat zeggen de grootmoeders nu, maar ook al die oude natuurvolkeren. Het is ongelooflijk belangrijk je verantwoordelijkheid te gaan nemen voor jouw energie, maar ook voor jouw verbeeldingskracht. En, en daarin mogen wij aan Magic elkaar gaan ondersteunen. Want op het moment dat je ontwaakt, zeggen de grootmoeders: dan ben je een wakkere dromer. Je wordt wakker in de droom en je ziet eigenlijk de nachtmerrie. En dan zijn we mensen, we zijn gevoelig, we hebben onze heling nodig. Dus dan zijn we soms heel erg geneigd. Om ons blikveld te richten op wat er allemaal misgaat. Ja, goeie, mooie, ja, ja. Oorlogen, milieuvernietiging, alles ter, en zorgen. Ja, een en al drama. En dan mogen we elkaar aanmoedigen en aan blijven herinneren van blijf je verbeeldingskracht richten. Want wat je aandacht geeft, het groeit. Dat groeit. Ja, dus daarom is die innerlijke wereld zo belangrijk. Van ga van binnen zien wat jij, wie jij bent, wat jouw ware natuur is, hoe prachtig, mooi jij bent als energiewezen. Ga je verdiepen in hoe de natuur werkt? Want sommige mensen vinden het moeilijk om van zichzelf te houden. Maar op het moment dat je gaat verdiepen in, in wie, de, wie moeder aarde eigenlijk is, dan kom je er eigenlijk ook niet omheen om ook anders naar jezelf te kijken. En, maar we hebben dus wel een verantwoordelijkheid tussen. Ongelofelijk. Wij zijn die imagined cells. Als wij niet het vertrouwen hebben in het leven en in de generaties die na ons komen, wie dan wel? Ja. Want en wat de ouden ook zeggen, die zeggen: This is the time of the Black Jaguar. En de Black Jaguar is eigenlijk zo'n krachtig dier. Die is niet bang om in het donker te kijken, niet bang voor het onbekende. En de Jaguar zegt eigenlijk van het is genoeg. Genoeg vernietiging, genoeg manipulatie, genoeg dit, genoeg dat. Het is tijd om op te staan voor wat heilig is in deze wereld: de natuur, de kinderen, de dieren. De planten, want wij hebben dat nodig. Ja. Dus, dus en, 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 en je kunt dus eigenlijk zien dat de mensheid vindt het in de regel moeilijk om te veranderen. Omdat we ons zo geïdentificeerd hebben met dat ego, met overleving. Met als ik het maar heb, ik, als ik, ik, ik maar ik, in ik, mijn comfortzone ik, ik, blijf. Ja. Als ik maar op vakantie kan blijven ja, gaan. Als ja. ik maar mijn mooie huis heb ja. en, en dat en dat. Dus wat, wat, wat doet de natuur nu eigenlijk? Die zegt van, we zijn twee opties, vernietiging of verandering. Die, dat zijn eigenlijk de keuzes die we hebben. En dan, dan zie je eigenlijk, en, en dat mis, je ook, mis ik ook nog wel in veel politieke discussies bijvoorbeeld, dan, er zijn best hele goede ontwikkelingen gaande, vind ik, op politiek vlak. Heel veel ontwaken, awakening mm -hmm. bij bepaalde uh, personen. Maar we vergeten vaak dat de natuur intelligent is. En dat hij net zo hard bezig is om ons te helpen om de hele shit weer in harmonie te krijgen. De natuur is zo ongelooflijk krachtig. Dus als wij onszelf. Kijk, die dertien grootmoeders zijn echt aspecten van moeder aarde. Het zijn kosmische krachten. Verbonden aan de zon en de maan. De zon verlicht de maan. De maan belicht onze emoties. Onze vrouwelijke energie. Dus ja. Wij zijn ongelooflijk krachtig. Daar komt ja, het eigenlijk op neer. Ja, dat mogen we eigenlijk, zeg je ook, dat is eigenlijk ook de sleutel. Dat mogen we ons gaan herinneren. Ja, zeker. Dus het is het eerst met, met, met onszelf dus weer dat, dat gaan weten en dus gaan ja. herinneren. En dus ook om die donker natuurlijk ook aan te kijken, denk ik. ik dus ja, ook om het onder donker, al die donker, daar ligt ons goud. Ja, mooi. Want op het moment dat jij negatieve overtuigingen, die eigenlijk jouw kracht in jouw schaduw zetten omzet naar overtuigingen op basis van eenheid en liefde en harmonie, dan zeg je eigenlijk, ik pak mijn energie weer terug in mijn eigen energieveld en dan neem je ook je macht weer terug in handen. Dus in plaats van dat je het gevoel hebt van, ik word gemanipuleerd, kom je tot het inzicht, hé, hey, ik heb mij onbewust laten manipuleren, mm -hmm. tot hier en niet verder, ja. want nu ga ik mijn macht weer terug in handen nemen ja. en ik ga al mijn innerlijke. Dat ik heel sterk, op, ja. ja. Want ik ben licht, ik ben energie, ik ben ongelooflijk krachtig. I am the power of consciousness. En zeker Mooi. als ik met mensen ga verbinden, dan zijn wij een ongelooflijk krachtig energieveld. En om, om maar in de termen van de vlinder te blijven spreken. één vlinder kan dan een immens butterfly-effect creëren. Maar als al die vlinders zich gaan verbinden, dan, dan zijn wij de game changers. Wij zijn nu aan zet met Moeder Aarde. En wat ik daarin zelf zeg maar een ongelooflijk. Mooie eye-opener vond, is dat als je gaat beseffen dat alles energie is, dat alles leeft en bewustzijn heeft en al helemaal in de natuur, dan ga je beseffen van hé, hey, ik ben niet alleen energie, ik besta ook nog eens voor ruim 80% uit water. Water heeft kristallen en onze huid heeft silicium. En kwartskristal bestaat uit silicium. Wij zijn water, wij zijn silicium, wij zijn ongelooflijk krachtige zendmasten. Ja. Dus op het moment dat jij gaat beseffen dat jij uh, zo ongelooflijk krachtig bent, wa waarom denk je dat wij massaal worden aangetrokken tot kristallen? Ja. Kristallen die zijn ongelooflijk Krachtig in de energie. En wij zijn ook kristallen. Dus... dus wij zijn zendmasten en dus wij kunnen onze energie ook daardoor verspreiden? Absoluut. Wij, wij, wij zijn uh, als op het moment dat wij zeg maar steeds meer ons bewustzijn verruimen en onze kroonchakra eigenlijk openzetten voor het kosmische bewustzijn dat naar binnen stroomt vanuit al die Ongelooflijke heftige zonnewinden. die momenteel gaande zijn. waardoor die aurora borealis oplicht. en al die kleuren. Dat, dat, dat zit in ons. dat is ook ons energieveld. Wij reageren op die in, immense energieveranderingen. die. je ziet ook dat wat uit harmonie is. wordt eigenlijk alleen maar een grotere crisis. maar op het moment dat je steeds meer in harmonie bent. kun je al die, die energie gaan gebruiken. de, de, de natuur regelt dat zelf. Om die DNA te upgraden. En, en, en al die psychische vermogens die wij hebben als mens, wat toch gewoon onze natuur is, dat activeert zichzelf. Ja. Onze rol is eigenlijk om de juiste voorwaarden te scheppen. zodat wij in een vlinder kunnen veranderen. Dus rustig aandoen in het ritme van de maan. Kijk, de maanfase leggen eigenlijk heel, leggen heel mooi het ritme voor ons neer. Hoe we de balans kunnen vinden tussen rust en activiteit. Met nieuwe maan lijkt er niks te bewegen. Dan is het tijd om naar binnen te keren. Het is nu eerste kwartier. Dan zitten we eigenlijk 50-50 met mannelijke, vrouwelijke energie. Dan ga je eigenlijk ook... Kijk, wat bijvoorbeeld een hele praktische, waardevolle tool is in deze tijd om uit de illusie te stappen. Is om afstand te nemen. Dus op het moment of vanuit dat... Vanuit jij... de helikopter ernaar te ja. kijken. Ja, de helikopter. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je als kijker of luisteraar denkt: van ja, maar hoe dan? Weet je wel, dus je, je leeft in, 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 in de oude wereld, je wordt overprikkeld, uh, je voelt je vreemde eend in de bijt, niet iedereen ja, begrijpt nee, je. Veel mensen komen. Hey, je beperen. staat met je ene ja. been in de oude wereld, de andere been in de nieuwe. Wat kun je dan het beste doen? Dat is dan afstand nemen. Dus keer weer naar binnen, neem afstand, word de observeerder en ga dingen observeren, neem de tijd om een situatie heen te lopen in plaats van impulsief te reageren. Dus je merkt bijvoorbeeld dat je je kunt merken dat bijvoorbeeld als het ego uh, een machtsgreep heeft gepleegd, je bent moe of als vrouw je moet ongesteld worden. Dat zijn de momenten waarop de ego het ego eigenlijk heel krachtig kan worden. Hè? Dus daarom is weer dat rustig aan doen zo belangrijk. Zorg dat je goed slaapt. Ja. Dat je weer eventjes bijdenkt. Dat je afstand kunt nemen. Dat je in plaats van impulsief vanuit het drama van het ego in actie komt, dus paniekvoetbal gaat spelen. Neem even een time-out. Tel even tot tien. Ga even verbinden met je innerlijke wereld. Van, van hé, hey, dit voel ik. Hier zou ik controle over willen. Hier heb ik hulp bij nodig. Hier wil ik inzicht in. Dus leg al die vragen neer. En Ga dan weer rustig over tot de orde van de dag en kijk gewoon weer wat er gaat gebeuren. Dus word meer de waarnemer Mooi. in plaats van de deelnemer. Ja. Ja, dus ik kan ja, nog ik, wel uren niet, nee Ik zit aan ja. zoveel dingen ook nog te denken. En ik zit ja. te denken van, jeetje, wat zijn we ook eigenlijk afgesneden... van, van de kracht van de natuur, van, van de kracht van de, van de maan, et cetera, op ja. ons. Wat het ook allemaal doet. Wat je ook zegt, dat wij ook bij zoveel procent uit water bestaan. Ja, we ja. kijken wat de maan doet op Ja, op water, vloed. ja. Weet je dat, je, dat je... Precies, en ook die ja. derde... Maar ik heb nog zoveel met je te bespreken. Ja. Uh, we zitten ook aardig ja. al... We, we, we ja, nee, We moeten gewoon tuurlijk. een paar keer nog terugkomen. Ja. Dat gaan we ook doen. Wat ik nog wel... Uh, met je wil bespreken, is um, je, je, je tour. Ja. Want je, je, je bent al zo fantastische dingen aan het vertellen. Ik, ik weet zeker dat onze kijkers en, en, en luisteraars ook zo iets denken van damn, wauw. Wow. <laughs> sowieso natuurlijk je boek. Maar ook, ja. je, je bent een tour niet aan het doen. Kun je, kun je er misschien ja, iets over vertellen? Ja, um... Um, ik ben een yurt-journey aan het doen, ja? dus uh, ik, ik ben echt verrast, want er schijnen gewoon heel veel vrouwen in Nederland een yurt te hebben. Ja, en okay. een yurt is eigenlijk zo'n nomade tent, hè? Dus mm -hmm. van de natuurvolkeren die gingen van van natuurgebied naar natuurgebied en dan zetten ze de yurt op en, of de tipi, weet je wel. En het past wel heel erg bij de dertien grootmoeders om, uh, in de, in, Toen ik op het Happiness Festival zeg maar, ging spreken, toen zat ik in de yurt. En ik was zeg maar zelf gaandeweg met allerlei dingen bezig. En op een gegeven moment zeiden de grootmoeders van: van het wordt tijd om weer met de vrouwen te verbinden en in de jurt terug te keren. Dus zodoende ontstond eigenlijk het idee voor de Jurt Journey. En afgelopen vrijdag heb ik mijn eerste Jurt Gathering gehad van de Jurt Journey. En wat doe je daar precies dan? In? Dan uh, vertel ik een. Uh, Sowieso komen met vrouwen bij elkaar. Mm -hmm. En de yurt staat ook wel symbool voor de baarmoeder van Moeder Aarde. Mm -hmm. Dus die heeft hele aardende en verbindende kwaliteiten. Dus je, de jurkenergie die daar is, omdat het in een cirkel zit, is eigenlijk al 50% van de energie. Je voelt dat het een hele fijne, koesteren, koesterende, warme, veilige plek is. Om als vrouwen samen te komen, om je kwetsbaar op te stellen, om te delen hoe je je voelt, waar je doorheen gaat. Het is een hele veilige, intieme setting. En um, ik vertel dan een verhaal over de tijd waarin we leven, over hoe bijzonder we zijn, over dat er voor iedereen een unieke rol is in het web en dat we heel krachtig zijn. En dan gaan we met elkaar een ceremonie doen. En dan gaan we ook echt verbinden met de energie van Moeder Aarde, maar ook met de dertien grootmoeders. Middels uh, kristallen, uh, kaarsen, bloemen. En um, dan uh, ga ik me afstemmen. En dan vertel ik eigenlijk, dan laat ik eigenlijk de energie door me heen werken. Dus dan ga ik het verhaal vertellen van de grootmoeders. Dus dan zie ik in het moment wel wat er komt. En, um, en iedere vrouw ontvangt eigenlijk een geschenk. Dus je krijgt iets wat op, 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 op voor je. Jou... Energetisch niveau. Op energetisch niveau. Want zij, de agenda van de grootmoeders is eigenlijk om ons weer met de web of life te verbinden. Mm -hmm. Want dan voelen we ons gedragen en op het moment dat je je gedragen voelt, ga je je ook anders gedragen. Mm -hmm. Want als jij je veilig voelt, en beschermd, en geliefd, gezien, gekoesterd, dan wordt het voor het ego al zo anders. Dan, dan ga je je echt anders gedragen en dan ga je met meer vertrouwen in het leven staan. Dan ga je meer vertrouwen op dat je geleid wordt en dat je vanuit je hart kunt leven en dat het veilig is om het rustig aan te doen. Dus ik zou echt vrouwen hierbij willen uitnodigen van join the woman medicine en join deze beweging. Ontmoet mij in de buurt en maak kennis met de energie van moeder aarde via ja. de dertien grootmoeders. Ga ja. ontdekken hoe magisch je bent, hoe krachtig je bent, dat je nodig bent, dat je kostbaar bent. Dat toch we je juist nu nodig hebben, ja. Helemaal eens, dat is dat ja. toch even een, een kritisch puntje die bij ja. mij steeds ja. ook binnenkomt. denk ja. ik, nou leuk is dat, ik, ben, ik als man, maar ja. ik ben helemaal dus... Nu. Snap ik. Hoe zit dat met, want we hebben het ja. over vrouwen en ja. over, Fantastisch hoor. Ja. Maar hoe zit het dan met de met nou, weet, weet je wat voor, hoe, nou, Sowieso is het interessant om eens in te tunen op. Van, hey, is er ook leuk om eens een yurt gathering met mannelijke energie erbij je te doen? Je ziet het wel heel erg veel ja. ook steeds meer, die mannen gatherings ja. en dat soort Jazeker. dingen. Ja, zeker. Dat is ook superbelangrijk. Alleen vrouwen mogen nog zo gaan herinneren. wat, uh, wat een ongelooflijk potentieel er in hun baarmoeder is. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat dit bevreemdend klinkt. Maar um, heel veel uh, pijn slaan wij vrouwen op in onze baarmoeder. En op het moment dat je. Het is eigenlijk een kosmisch pakhuis wat we hier hebben. Mm -hmm. En op het moment dat daar uh, nog heel veel pijn en verdriet en trauma zit. kun je niet verbinden met je wortels. Dus voor heel veel vrouwen is het. Uh, en ook voor mannen, Maar omdat de vrouwelijke energie aan het ontwaken is. is er. Heel, is het heel belangrijk dat vrouwen nu gaan beseffen wat, wat voor instrument zij tot hun beschikking hebben. Je hebt een viool, maar je wil wel weten hoe je hem moet bespelen. En dat is eigenlijk, daarom zijn nu vrouwen zo belangrijk dat ze gaan be beseffen dat hier een klok zit, die meebeweegt met de droomtijd, noemen de grootmoeders dat, een wereld van energie. Het is een spiraal, die danst mee in de spiraal van de maan, van de zon. We dienen te weten, de gebruiksaanwijzing te weten. van wat, wat gebeurt hier eigenlijk. Wat zijn wij als mannen? Maar stelletjes in <laughs> Nou, mannen hebben gelukkig de haren en een onderbuik. Ja, okay, okay. En dat is ook heel belangrijk. Oké, okay, gelukkig. er is toch, er is <laughs> ja, toch nog iets, iets. Ja, absoluut. Ja, ja nee, het is absoluut de mannen. Maar, maar jij wat, voelt wel echt je missie, dus bij, bij, de, bij de vrouwen. Bij de vrouwen, omdat daar nog zo'n. Wij hebben nog zo'n. Er ligt nog zoveel. Kennis waarvan we niet weten dat het ligt en hoe we het kunnen gebruiken... en wat juist nu zo nodig is. Mooi. Dat ik... Dus jullie vrouwen hebben een belangrijke rol in deze tijd. Ja, want de grootmoeders zeggen ook op het moment dat de vrouwen gaan staan... Kijk, de vrouwen zijn ook... Kijk, tuurlijk zijn mannen ook vaders, hè? dus ik begrijp me niet verkeerd. Maar als vrouwen en kinderen... Dat is zoiets krachtigs dat... En vrouwen en de natuur is ook zoiets krachtigs. Dat je, je ziet eigenlijk wel dat het mannelijke verstand zit vaak in systemen, in oplossingen te denken. Je hoort heel, heel relatief weinig over, over de natuur, dit, de natuur zus. Maar de vrouwen voelen vaak veel meer, verbonden, heel, dus. veel meer die verbinding met de natuur. Mm -hmm. Dus zij, de grootmoeders zeggen ook van op het moment dat de vrouwen de leiding gaan pakken, weer in hun kracht gaan staan, gaan de mannen in hun kielzog mee. Mooi. Die, die veranderen mee met die Zijn energie. Zijn wij mannen daar dan ook bang voor eigenlijk? Dat, dat, dat we dat stukje nou ja, als... power of zo kwijtraken. Nou ja, als... of... Nee, ja, dat... nou, mannen hebben dus ook heel erg veel vrouwelijke energie. Ja, maar omdat we wel erg uit een mannelijk... Tijdsperk dus komen, ja. dat ik het zo een beetje begrijpen? Ik denk, denk dat het voor veel mannen ook ook zoeken is naar een nieuwe identiteit van hoe ben ik ook stoer en woest en aantrekkelijk <laughs> en hoe ben ik ook die gevoelige man die ook uh, ja, op die manier in het leven staat. Weet je, absoluut. We, we zitten wat dat betreft allemaal wel in een bepaalde vorm van een identiteitscrisis van wie ben ik dan en wat is dan mijn ware natuur en als ik dan energie ben, hoe werkt dat dan en hoe? Hoe gedraag ik mij dan? En ja, zeker. Ja. Interessante tijd ook, dus voor ons als, uh, Absoluut. als mannen. Wat, wat, wat zou je nog mee willen geven aan. aan laat ik het dan zo, ook zo maar zeggen. vooral aan de vrouwen en ook het stukje. de maan misschien. wat we dat ook in deze tijd. wat, wat, wat zouden de vrouwen nu kunnen doen? Ook de, de, mm. Om het misschien heel simplistisch te maken misschien. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is. om te weten dat je niet alleen bent. Mooi. Dat je niet alleen bent en dat je er niet alleen voor staat. En dat, um, dat als je onzeker bent en twijfelt, ook dat is normaal. En dat je... Ja, dus ja, zoek gelijkgestemde. En ga, ga de verbinding maken. Kom naar bijvoorbeeld een yurt Gathering. Of ga andere vrouwen ontmoeten op andere plekken. En uh, dan ontdek je namelijk dat je gedragen wordt, dat je geliefd bent en dat het veilig is om het rustig aan te doen. En als je nu ook in een burn-out thuis zit en je zit misschien wel echt emotioneel helemaal aan de grond, ga dan eens anders kijken naar de crisis waar je nu in zit. Ga het eens vanuit een ander perspectief bekijken, want misschien wordt je wel een heel groot geschenk gegeven. waarbij je uit je slachtofferrol mag stappen en gaan beseffen dat dit voor jou een kans is. Om anders naar jezelf te gaan kijken en, en ook je verantwoordelijkheid te pakken en, en, en weer in je kracht te komen om je te herinneren: van ja, waarom ben ik hier gekomen? Want we kunnen wel eens het gevoel hebben dat we een afslag hebben gemist doordat we hier terecht zijn gekomen, maar onze ziel weet donders goed waarom die hier is en dat al die veranderingen onderdeel zijn van een zeer positieve instroom van energie. Dus als vrouwen gaan beseffen. Dat die instroom van energie, ook al gooit je heel veel op z'n kop. Omdat eerst alles wat uit harmonie is opnieuw in balans wil komen. Maar dat het zeker leidt naar een heel mooi stuk van je leven. Dus ik hoop echt dat ik vrouwen kan inspireren en ook, natuurlijk ook mannen. Maar ook als je er nu gewoon doorheen zit, om gewoon anders naar je crisis te gaan kijken. En laat je inspireren door andere rolmodellen waarvan je denkt van wauw. Zij kan het, dan kan ik het ook. Mooi. Je? Nou, ja. je inspireert zeker hoor. Is ja, ja, fijn. Geweldig. Ja. Uh, wilde ik nog iets, iets. Ik had net nog één vraag in mijn hoofd. En dan kom ik er natuurlijk niet meer op. Misschien moet het dan ook niet meer zo zijn. Je moeten we hem hiermee. Uh, mee afronden. Ik heb ontzettend. Ik heb echt ontzettend genoten van ons gesprek. Het enige doen. wat ik denk. Oh, er gaan nog zoveel dingen. nog wel weer bij mij ook binnenkomen. Dat ik denk. Kom, alsje, kom alsjeblieft terug. Ik zou het ontzettend leuk vinden om heb terug te echt komen. Het genoten, mag ik vragen of we ook een aantal boeken wellicht mogen we weggeven? Zeker, dat eet? vind ik alleen maar hartstikke leuk. Te gek, ja. want ik denk, weet zeker dat heel veel mensen heel graag dit boek willen lezen. Ja. Uh, ook zeker naar aanleiding van het geweldige gesprek. Dus als je kans wil maken op dit boek, like dan even ons bericht op Instagram en of op Facebook. En laat het weten waarom jij dit boek wil hebben. En wie weet, komt het boek. Jouw kant op. Tessa, ik heb echt uh, ontzettend genoten. Ja, ik ook. Het was echt waanzinnig. Ik, uh, we zijn ja. net warm gedraaid, zo voelt het. Nou, maar echt? Ja, leuk hè? Dus wij gaan nog even door, dames en heren. Ja. Maar dat, dat, ja. dat is niet op camera. Nee, ik, nee vooral kom alsjeblieft ja. een keer terug. Ik, ik voel ook heel erg van. Wellicht moeten we ook een keer iets, iets samen doen met, met, met Univy, dat als we daar in een rol in kunnen betekenen. Ja. Toen natuurlijk graaf. Ik kan me heel erg voorstellen dat er nu ook heel veel kijkers. Zijn die denken van oh ja jeetje man, ik wil. Uh, nou goed, ze kunnen ja. natuurlijk ook naar jou toe gaan. Maar... Ja, nee, maar dat. Maar weet je, verbinden, weet je? Dat is dan alleen. Maar het echt, leuk. Dat, dat voel ik heel erg. Ja, ja ik dat ook. Echt dat allemaal bij elkaar mogen gaan brengen. Ja. En echt die nieuwe energie uh, neer mogen gaan ja. zetten. Dankjewel voor alles wat ja, je hebt Ja, jij doet. ook, onwijs. En je inspiratie. En ik wil jou ontzettend bedanken voor het kijken en of luisteren. En het, vond je dit gesprek nou te gek? Wil je graag dat wij blijven bestaan? Ga dan even naar onze website universe.nl/slash doneren en klein groot. Het helpt ons ontzettend en dan kunnen wij dit soort prachtige mooie gesprekken de wereld in blijven gooien en samen bouwen aan een mooiere wereld. Dankjewel Tessa, want dat ben je ja, aan het doen. Bedankt. En jij bedankt voor het kijken en het luisteren. Ik ook bedankt. Tot Doeg. volgende week. Ciao, jou. <laughs>